Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam bij een nieuwe Tegenlicht meetup nummer 137. We gaan op plasticjacht met Boyan Slat. Dat is de naam van de uitzending die zondagavond te zien was en sindsdien online terug te kijken. En we gaan het hebben over de vraag: hoe kunnen we de oceaan weer schoon krijgen van plastic? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het plastic niet in de oceaan komt? En hoe kunnen we überhaupt van onze plasticverslaving afkomen? Dat is een beetje de lijn van de avond. En aan de hand van korte fragmenten en met een mooie line-up aan gasten... en ook met jullie inzichten en vragen maken we daar, als het goed is, een mooie avond van. Even voor de goede orde, verwachtingsmanagement. Boyan Slat is er zelf niet bij. Dat hadden jullie begrepen, want dat staat op de website. Maar toch eventjes genoemd. Maar dat hoeft de pret helemaal niet te drukken. Want de Ocean Cleanup zelf is erbij. En verschillende andere experts op het gebied van plastic, oceanen en hoe we dat aan moeten pakken. Dus dat komt helemaal goed. En voordat ik het programma wat verder toelicht... nog een paar zaken die op de website staan van Tegenlicht. Onder andere een artikel als linker plastic soep. Wat meer duiding bij die microplastics. Waar we het vanavond ongetwijfeld ook over gaan hebben. Een biografie van Boyan Slat, met onder andere een linkje naar die TED-talk uit 2012... waarmee hij zo bekend is geworden, van TEDx Delft. En een verslag van Twitter in Nederland en een interview met Geert Rozinga... de maker van de uitzending die er vanavond ook bij is. Dat op de website van Tegenlicht. En daar staat ook een overzicht van andere meetups in Nederland. Dit is de wekelijkse in Amsterdam. Maar op verschillende plekken in Nederland vinden er ook meetups plaats. Het kan over deze gaan, maar ook over uitzendingen van een tijdje terug... En ik noem op Utrecht, Hoorn, Berkel en Roderijs en Den Bosch... waar andere meetups plaatsvinden. En dat zeg ik omdat als u zelf denkt... ik wil ook zo'n meetup organiseren, dan kan dat. Met ondersteuning van de VPRO en veel energie van jezelf... kan er een hele mooie avond van komen. En dat gebeurt ook echt. De ondersteuning van VPRO is bijvoorbeeld van tevoren... al even de uitzending kunnen bekijken, fragmenten toegestuurd krijgen... en misschien wat sparren over een invalshoek. Maar voor de rest is vooral zelf iets moois van maken. Goed. Hoe ziet het programma er dan uit? We beginnen met Geert Rozinga over het hoe en waarom van deze uitzending. Nou, dus het is een mooie uitzending geworden met een mooie portret van Boyan Slat. Hoe heeft hij dat ervaren en hoe was het om te maken? Daarna is Lonneke Holierhoek bij ons. Zij is de Chief Operating Officer van The Ocean Cleanup. Ze heeft ruime ervaring in de offshore. Dan hebben we het over complexe projecten op zee. Daar weet zij alles vanaf. En ze is in die hoedanigheid een sparringpartner voor Boyan Slat. Dus we gaan wat meer horen over die relatie, maar ook hoe het ervoor staat met de Ocean Cleanup. Daarna gaan we dus naar de rivieren toe. Dus hoe voorkomen we dat plastic in de oceaan komt? En dan zijn bij ons van The Great Bubble Barrier twee dames, Saskia Studer en Annemarieke Eveleens. Ze zijn beide oprichter. Francis Soet stond ook aangekondigd, maar zij is helaas met de fiets, heeft een ongelukkige move gemaakt, dus is er niet bij. Maar deze twee dames gaan meer dan de honneurs waarnemen. En dan is ook daarbij Rinze de Vries. Hij is van River Cleaning Noria. En ze hebben beide slimme dingen bedacht om dus te voorkomen dat plastic vanuit de rivier in de oceaan komt. Met hen dat gesprek daarover. We sluiten af op land. Dan gaan we met de Plastic Soup Foundation in gesprek. Jeroen Dagevos en Harmen Spek. Dan gaan we het hebben over beleid om plastic tegen te gaan. Het gebruik daarvan. Wat kunnen we als consument doen om dat tegen te gaan? Zo hebben we een mooie lijn in de avond. Als u mee wilt doen, doe dat vooral. Steek uw hand op, dan komen we snel naar u toe. Wacht graag heel eventjes, want dan kunnen we u goed versterken met de microfoon. Ook voor de mensen die thuis kijken via livestream is het gewoon prettig... als we hier niet met elkaar door elkaar gaan roepen, want dan is het niet meer te verstaan. Voor ons misschien wel, maar voor de mensen thuis niet. Dus even hand opsteken en dan komen we snel naar je toe. En we gaan nu even kijken, want er gebeuren al 17 jaar lang hele mooie dingen hier in onze eigen Noordzee. Fishing for Litter, een kort filmpje van 2 minuten. Heeft dus op zich niks te maken met de Ocean Cleanup en de uitzendingen. Maar toch even een leuk vertrekpunt om te kijken wat er hier in Nederland in de Noordzee al gebeurt. Plastic, verfblikken. Heel veel verfblikken. Big bags, touw, oliedrums. Nou ja, het zit erin, dus waarom zou je het weer overboord gooien? Er zijn big bags voor, je kunt het erin stoppen. De handeling is hetzelfde, je kan het overboord gooien of je stopt het in een zak. Bij Fishing for Litter krijgen vissers een big bag aan boord. Tijdens het vissen dan vang je vis, maar in de netten zit ook afval. En dat afval wordt dan in de big bag gezet. Eenmaal weer terug in de haven wordt de big bag aan de kade gezet. En dan wordt daar opgehaald door een afvalverwerker of door de havendienst. Wij hebben 1 container staan op de plant waar dus de big bags ingaan, in zijn geheel ingaan. Dan gaat het naar Rotterdam, daar wordt alles gescheiden. Plastic, touw, rubber, alles. En daar wordt het dan ook gerecycled. En dat blijft, ik denk 10% over wat eigenlijk restafval is. En ik denk dat 90% gemiddeld, dat wordt toch wel gerecycled tot van alles en nog wat. Het Fishing for Litter project, dat leeft zeer zeker onder de vissers. De vissers die al wat langer meedoen, dat zijn vooral tweeliggers. Die vissen zo'n 160 mijl de Noordzee op langoustines, Noordse kreeft. Ja, die nemen heel veel fout mee, want die vinden gewoon heel veel. En met Fishing for Litter betekent dat ze zonder extra kosten gewoon hun visserijgebied opschonen. Wat ze meenemen in de haven, dat vinden ze niet terug. In Nederland alleen al is afgelopen jaar 211 ton aan afval ingezameld door de vissers. Dit is heel erg van belang, want de Noordzee is in principe dicht bij de bron, dicht bij rivieren. Hier is het afval nog redelijk groot, ook stukken plastic. Hoe langer die stukken plastic in zee drijven, hoe kleiner of die worden. Dus die breken door golfslag en door het zonlicht, breken die af in kleine stukjes. En je kan je voorstellen, hoe kleiner die stukjes, hoe moeilijker het ook weer is om het plastic uit zee te halen. Handschoenen, plastic bakken, ja, je kan het zo gek niet bedenken. IJzer. Die ligt er ook wel een mooi tijdje. Wij zijn nu op een plekje geweest waar we eigenlijk nog niet vaak gevist hebben. En waar niet veel komen. Dus dan kan je direct zien dat daar ook weer meer rotzooi ligt. Als wij weer terug gaan naar onze visplaatsen waar wij altijd vissen, dan is het gewoon een stuk schoner. Dan kan je gewoon zien dat wij en de collega's en iedereen die rotzooi meeneemt, dat het gewoon schoon wordt. Goed, Fishing for Litter. We zagen hem even in beeld. Jan Joris, eerst even vragen over die vertaling. Jij zegt 211 ton en ik lees 300 ton. Hoe zit dat? Ja, dat is expres gedaan. Het is tussen de 250.000 en 300.000 kilo per jaar. De 211 ton, dat was tot september. Okay. Je kijkt heel blij bij. Het gaat hartstikke hard bij jullie, ja. Dat blijkt wel. Maar 17 jaar oud, hartstikke mooi. Wat is Kimo? Want dat is de organisatie die hierachter zit. Daar ben jij van. Wat doen jullie? Nou, Kimo is de vereniging van kustgemeenten. Alle kustgemeenten in Nederland, plus een aantal in België, die zijn lid. Maar ook in alle Europese landen rond de Noordzee zijn er afzonderlijke Kimo-verenigingen. En een van de projecten van Kimo is Fishing for Litter. En hier in Nederland zijn er 124 vissers aangesloten. En dan kan je je voorstellen, er zijn ongeveer 5 bemanningsleden per visserskotter. Dus iedere week zijn er ruim 600 mensen die de Noordzee schoon vissen. Maar is dit ook nog inspiratie voor andere vissersvloten in heel andere delen van de wereld waar het misschien nog harder nodig is? Nou, dat is het zeker. Het project is begonnen hier in Nederland, in Den Helder. Daarna is het enorm gegroeid. De andere Kimo-landen die doen er hier ook aan mee. Denk aan Engeland, Schotland, Denemarken, Zweden, Noorwegen. Maar er is een hele sterke lobby geweest ook richting Europa, richting Brussel. Fishing for Litter is nu opgenomen in de Port Reception Facilities Directive. Met een beetje geluk dan zal binnen korte tijd Fishing for Litter afval geland kunnen worden in alle Europese havens. Okay. Hartstikke goed. Succes erbij, Jan Joris. Dankjewel. Even bij hand opsteken. Wie duikt er wel eens? Oké, dat is natuurlijk een beetje, je weet waar je naartoe wil. Want Boyan Slat dook ook in Griekenland. Is het inderdaad zo erg? Mag ik jou even vragen, waar duik je wel eens? Ja, wel verder weg. Buiten Europa gedoken vooral. Avontuurlijke duiker. Waar duik je? Indonesië, Australië heb ik gedoken. Filipijnen. Okay. Is het zo erg, plastic? Meer plastic dan vissen? Ik heb het eerlijk gezegd niet zo erg ervaren dat het dat ik daarvoor zo'n initiatief gestart zou zijn. Dus, maar toch hier. Dat zou ik wel doen. Als ik het zou zien, zou ik het zeker doen. Okay, dan moet je in Griekenland gaan vissen, dan kan je ook een initiatief starten. Zijn er mensen die wel vanuit dat duiken zeggen van ja, dit is wel echt heel erg urgent en daarom ben ik hier of daarom doe ik ook bepaalde zaken op dit vlak? Anne, wil jij misschien naar meneer daar? Ik heb een tijd in Thailand duikles gegeven. Ja. En dat komt ook heel veel van de eilanden daar zelf af. Daar belandt heel veel plastic in de zee. Dus daar werd ook bij heel veel duikscholen bijna elke week georganiseerd dat we al dit vuil ophaalden. En ook heel vaak, als je verder van de eilanden wegkwam, lagen daar gewoon hele stroken met plastic in de oceaan zelf. Ja, merk je daar een beetje een groeiende bewustwording of is dat nog redelijk ver weg? Nou, het komt er wel aan, maar ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon niet praktisch is om zich daarmee bezig te houden. Ja, want die zijn gewoon met andere zaken bezig. Als je daar gewoon een bedrijfje hebt en je komt echt net rond, dan, dan snap ik dat je daar niet mee bezighoudt. Dus het zijn voornamelijk toeristen of expats die dan een duikschool hebben, die zich daarmee bezighouden. Omdat ze het zich kunnen veroorloven daar dan veel mee bezig te zijn. Oké, dankjewel. Nog even bij laatste handopsteking. Zijn er meer mensen die bij een initiatief werken of gestart zijn dat tegen dat plastic in de zee tegengaat? Kijken of het bij u kan komen. Is ook een... Ik geef hem even weg. Ja, ik ben Jan-Willem van Waning. Ik exploiteer samen met mijn broer een baggerspeciedepot. En wij zijn onlangs benaderd door een ontdoener van baggerspecie. Die geeft ons een onderzoek van, goh, past dat binnen jullie vergunning? En dat deed het. En ik vroeg van, joh, wanneer kom je dan? Ja, we doen het toch maar niet, want er zit heel veel plastic in. En ik zeg, nou, wat ga je er dan mee doen? Ja, dat weten we nog niet. Ik zeg, dan haal ik dat toch uit voor jullie. En toen zei die ontdoener van, joh, kan je dat, waarom doe je dat dan niet al? Ik zeg, ja, omdat jullie daar niet voor willen betalen. Maar toen zei ze, well, kom eens even praten. En dat hebben we gedaan. En we hebben nu een pilot gestart, die is bijna afgerond. Ik denk volgende week. En wij ontvangen telkens een bak van ongeveer 300-400 kuub. En dan halen wij niet alleen de plastics, maar ook alle andere bodemgevende materialen uit. Een groot gedeelte van de plastic zinkt natuurlijk ook. Dus wij pakken dat echt van de bodem. En wij halen nu uit een bak van 300 kuub halen wij ongeveer 17 kuub afval. En volgende week hebben we het laatste bakje. En dan gaan we evalueren en kijken wat eruit komt. Hoe heet het tot slot? Hoe heet het? Het heeft nog geen naam. Ik mag ook de ontdoener nog niet noemen, maar het is wel... Ja. Nog net voor de scoop. Doen we straks wel even, joh. Ja, okay. Voor 10 wil ik weten hoe het heet. De Pilot Plastic doen we het tot nu toe nog. We gaan van start. Geert Rozinga, mag ik je uitnodigen op het podium? Welkom, Geert. Hi. Gefeliciteerd met de uitzending. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Jeetje. Lang. We zijn natuurlijk altijd wel een maand of 3 met een aflevering bezig. Van eerste idee tot aan montage en afwerking. Maar we zijn ook heel lang, hebben we nagedacht, ook samen met de Ocean Cleanup, met heel veel andere partijen gesproken van wat wordt nou onze focus. En op een gegeven moment zagen we ook dat er steeds meer artikelen, items op televisie kwamen over plastic. Dus op een gegeven moment dachten we, oh, Future Affairs, Tegenlicht, wat moeten wij nog gaan brengen? Future Affairs, dat is jullie term, hè? Het moet over de toekomst gaan. En als de normale media er al over berichten, dan is het minder relevant voor jullie. Dat bedoel je? Ja, precies. Ja. Okay. Maar ja, Boyan is natuurlijk een hele fascinerende jongen. Dus op een gegeven moment dachten we, we moeten gewoon echt proberen in dat hoofd van die jongen te komen. Ja. Wat bezielt hem? Hoe kan je zo obsessief met dat ene idee alles opgeven en alleen nog maar hiermee bezig zijn? Ja, en dat hebben we geprobeerd om daarin te komen en te begrijpen wie hij is. Begrijp je hem? Een klein beetje. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd naar het witte boekje van die jongen. Want volgens mij heeft hij nog heel veel andere mooie ideeën. Nou, dus zeg maar waar hij zijn creatieve ideeën nu in opschrijft die hij nog niet kwijt kan in de Ocean Cleanup. Precies. Ja. En ik snap dat je eerst dit even moet oplossen en af moet maken om daarna verder te gaan. Dat snap ik ook. Ja. Maar we zijn ook wel bij iemand geweest die... Nou ja, het kan natuurlijk nog steeds mislukken. Maar het kan ook waanzinnig gaan lukken. En misschien zijn we dan ook wel bij iemand geweest die... Nou ja, straks misschien wel een genie blijkt te zijn... die nog heel veel andere problemen op gaat lossen... of andere ideeën heeft. Of als je maar geen... Als je niet Elon Musk achterna gaat. Hè, dat is dan, met rare tweets en gekke dingen. Ja. Ja. Oké. En je hebt gefilmd in Rotterdam en in San Francisco. Klopt dat? Ja, en even in Delft, in het oude hoofdkantoor van ze. Okay. Ja. En hoe was het om hem te volgen? Is dat er constant ook allerlei mensen die wat van hem willen? Of heeft hij ook wel redelijk de tijd om de dingen te doen die hij waarschijnlijk het leukst vindt? De Ocean Cleanup zelf. Daar is hij natuurlijk alleen maar mee bezig. Met de Ocean Cleanup zelf. Hij doet 1 keer in de week misschien ongeveer aan hardlopen. Maar voor de rest is hij alleen maar hiermee bezig. En het was ook wel moeilijk om... We hebben natuurlijk maar een beperkt aantal draaidagen. Hè? Als je een documentaire over iemand maakt... Dan kan je veel vaker bij hem langs... en echt fly on the wall blijven observeren. En hier moeten we echt kiezen van... nu gaan we bij hem zijn. En dan mis je natuurlijk net het ene belangrijke moment... wat op die andere dag was. Dus dat is natuurlijk heel frustrerend. Plus dat we op de dag zelf... toen hij net verhuisd was... zijn bureau ging installeren. En hij ter plekke nog een pallet vindt dat uit elkaar slaat om zijn bureau op te hogen. Dat zijn van die, net van die kleine leuke dingetjes. En dan was net de kamerman even naar het toilet. Okay. Weet je wel, dat soort dingen. Dat, frustratie van de regisseur. Ja, omdat je wil hem leren kennen. Dus al dat soort kleine momentjes. Ja. Of dat je, dat heb je ook wel in de aflevering gezien. Je kan met hem praten, al dan niet met een camera erbij. Maar af en toe zie je hem gewoon letterlijk uitgaan. En dan gaat zijn hoofd gewoon weg. En dan is die ergens. En je wilt natuurlijk weten wat gebeurt er in dat hoofd op dat moment met hem. Geen idee. Maar dus je wil hem zo lang mogelijk bij hem blijven, omdat het gewoon fascinerend is om te zien. Wie is die jongen? Ja, en is dat het inspirerende? Dat het dus heel ergens ook lastig is om hem te pakken te krijgen, in de zin van waar zijn denken zich bevindt en wat er allemaal gebeurt? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Hiervoor op de rij zitten 3 mensen die dagelijks met hem werken en die hebben hem ook nog steeds niet door. Oké. Ja. Gaan we zo vragen aan Lonneke onder andere. Dus dat is een inspiratie. Heb jij, hoe ver ben je teruggegaan in materiaal? Want ik had net over die TED Talk 2012. Dit is natuurlijk als die jaar of 17 is volgens mij. Ja. Zo lang hebben wij hem natuurlijk niet gevolgd. Het is wel zo dat de researcher en ik, William en ik, los van elkaar eigenlijk hem al vanaf dat eerste moment hem in de gaten houden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook, toen het net bekend werd, was het natuurlijk interessant. En dan zoek je ook een moment van, wanneer is nou het moment dat we moeten toeslaan als tegenlicht? Of zo, hebben jullie het eerder overwogen? Dus los van elkaar. Volgens mij wil je hem ook al eerder overwogen, inderdaad. En ik had ook al steeds het gevoel van, hier moeten we een keer iets mee gaan doen als VPRO. En die toe-out was wel natuurlijk het moment, ondanks dat we wisten dat er iets van 150 andere cameraploegen waren. Ja. En wat is nou... Het idee is natuurlijk waanzinnig aantrekkelijk en waarschijnlijk heel erg goed. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar zit er ook, zeg maar, een persoonlijke component aan dat hij een bepaald soort overtuigingskracht heeft of een bepaald soort charisma waardoor dit idee nog extra wordt opgetild? Of is het toch echt vooral het idee en iemand die iets briljants heeft bedacht? Ik ben altijd wel gefascineerd door mensen die als sociale onderneming of met duurzaamheid iets gewoon gaan proberen te doen. Mm-hmm. Dat vind ik altijd wel fascinerend. Want het is ongelooflijk moeilijk om een bedrijf op te richten. Laat staan in dit soort hoeken. Wat bezielt mensen om dat te gaan doen. En zoveel doorzettingsvermogen te hebben om dat te gaan doen. Dat vind ik fascinerend. We hebben ooit Bas van Abel gevolgd van de Fairphone. Ook zo iemand. En die heeft ook burn-outs meegemaakt en dat soort zaken. Dus het is ook, ik vind het ook wel onze taak om dit soort mensen... podium te bieden, want ze zijn wel heel bijzonder en ze kunnen ook de wereld daadwerkelijk een beetje beter maken. Als je het over burn-out hebt, heb jij het idee dat hij zich voldoende beschermt tegen dat soort zaken? Hij zegt dat hij altijd op zoek is naar het rationele optimum en dat emoties er dus niet toe doen. Oké. Dus kan je nooit een burn-out krijgen? Ja, toch? Precies. Ja. Okay. Maar de laatste dag dat we bij hem gingen draaien, toen zat hij er echt doorheen. En volgens mij zou het wel goed zijn als je af en toe probeert een weekje vakantie te nemen om een beetje rust te pakken. Oké. Ja, zijn bedrijf laat dat misschien niet toe, dat weet ik niet. Nou, gaan we zo met Lonneke. Vul ook aan, hè, Lonneke, als je wilt. Ik kom zo met de microfoon naar je toe. En dan iets meer naar de inhoud. Wat heb jij geleerd, zeg maar, over dat hele plastic probleem en de aanpak en dat soort zaken? Is er voor jou ergens een lichtje gaan branden? Of was je al heel erg bewust van de problematiek en het soort oplossingen die er zijn? Leermoment was wel dat het echt diep in de voedselketen is terechtgekomen. En dat zou voor iedereen de wake-up call moeten zijn. Mm-hmm. Misschien ook een keer voor de industrie. Hè. We hebben ook een klein filmpje gemaakt met Peter Rem. Dat staat ook op de website. Eigenlijk heel veel industrieën zijn al bezig met recycling. Of het nou om de aluminiumwereld gaat of andere afvalstromen. Daar heeft afval al een waarde en houden ze in het productieproces er al rekening mee. Het is nog niet circulair, maar het is al een eerste stap. In de plastic wereld totaal niet. Mm-hmm. Waarom is dat niet zo? Dat is wel iets waar ik me nog wel verder in wil verdiepen. Waarom die industrie daar niet in mee wil gaan. Want iedereen ziet dat dit een probleem is dat opgelost moet worden. Het gaat veel te langzaam. Albert Heijn, die nu weer... plastic vormpjes als bonus. Ja, die stond toch gepland, toch? Die campagne, zeggen ze dan. Maar dat zou een soort van de laatste moeten zijn. Ja, kom op. Hopen we. Zijn er vragen aan Geert, wellicht? Nou, dat is duidelijk. Dat is helemaal duidelijk, Geert. Daar toch één. Anne, wil jij die? Ja, dankjewel. Ja, ik heb een vraag, want ik denk dat Boyan ook wel heel erg is gegroeid in het proces vanaf zijn profielwerkstuk tot aan nu. Nu het idee zeg maar helemaal is gerealiseerd. En of je eigenlijk misschien ook weet dat toen hij nog jong was en nog aan het begin van zijn project stond. Hoe is de echte stap gekomen dat hij het geld heeft gekregen en dat het echt gerealiseerd heeft kunnen worden? Hoe kun je... het is nu heel groot, het is wereldwijd. Ja, helder. Geert, heb jij daar een beeld van? Of moeten we even naar de eerste rij? Ik zie Joost. Volgens mij kan je dat beter aan Lonneke vragen, inderdaad. Of aan Joost, wanneer dat precies dat moment is geweest. Okay. Joost Dubois, even aan het woord, ook van de Ocean Cleanup. Hoi. Ja, hallo. De eerste stap van financiering is een eerste crowdfundingronde geweest die hij in 2013 heeft gedaan. Daar heeft hij $80.000 mee opgehaald. Een jaar na die TED-talk. Ja. En dat heeft hij gebruikt om de feasibility-studie mee te financieren. En na het presenteren van de feasibility-studie is een tweede crowdfunding-actie geweest waarmee hij 2,2 miljoen heeft opgehaald. En dat is ook het moment geweest waarop hij zich realiseerde: nu moet ik al mijn tijd aan de Ocean Cleanup gaan besteden en niet mijn studie doorzetten. 2 rondes dus, allebei crowdfunding. Nog meer vragen wellicht aan Geert? Nee, niet. Even kijken. Heb jij een idee, hebben jullie ook andere oplossingen zeg maar gevolgd? Of was het vooral van, we gaan de Ocean Cleanup goed begrijpen en Boyan Slat als persoon? Of, want ik doe plastic, oceanen, rivieren, we hebben zo ook een paar andere initiatieven. Is dat nog op de radar geweest? Of zeg van, nee, we wilden echt één... Nee, we hebben met de Great Bubble Barrier gesproken. We hebben met de Plastic Soup Foundation gesproken. We hebben met Peter Rem van de TU Delft gesproken. Een bedrijfje gesproken, dat heet Ionica, wat heel goed straks in staat is om PET te recyclen. En daarmee op een commerciële manier virgin plastics weer zou kunnen maken. Dus we hebben wel het hele spectrum in kaart gebracht. En ook eigenlijk ook wel wereldwijd. Maar omdat er dus zoveel partijen op een gegeven moment allemaal met dezelfde opbouw aan artikelen kwamen. En op een gegeven moment National Geographic eroverheen met die beroemde cover van dat plastic zakje wat op een ijsberg leek. Toen dachten we, nou moeten we echt een ander verhaal gaan vertellen. En dus zijn we heel erg gaan inzoomen. Okay. En nu is de rest allemaal hier, dus het is heel mooi. Ben jij al met al hoopvoller geworden na het maken van die uitzending? Of is dit typisch het soort tegenlicht uitzending waarvoor je denkt van daar word je gewoon een pessimistischer mens van, maar het moet toch verteld worden? Nee, want het is wel mooi om te zien ook die 80 mensen die allemaal voor en met Boyan werken, hoe iedereen zo hard wil werken om dit probleem op te lossen. Maar ook nu met de Great Bubble Barrier en dat er 5 ton wordt toegekend vanuit de, hoe heet het ook weer, de... Ja, dus... Postcode Loterij Green Challenge. Ja, dus je moet hoop houden. En het is, daarom vind ik het zo fascinerend om dit soort mensen ook te volgen en een podium te bieden. Ja, pessimistisch begrijp me goed. Ik bedoel, dit is natuurlijk juist de oplossing, maar het probleem is ook zo immens. En als je dus in plastic gaat verdiepen, dan, ik bedoel, als je die getallen voorbij ziet komen, dan is het gewoon ontzettend veel. Dus dat bedoel ik aan pessimistische kant. Ja, kijk, we zijn in de jaren 50... verslaafd gemaakt of geraakt aan plastic. Omdat het zo ontzettend gemakkelijk is. Nu beseft iedereen dat single-use plastics eigenlijk gewoon niet meer kunnen. Dus dat zal echt wel uitgefaseerd worden. Het is de vraag wie het eerste met goede alternatieven komt. Is dat vanuit technologie? Want dat is natuurlijk ook een thema wat we met Boyan hebben besproken. Of is dat vanuit beleid? Wie er als eerste aan zet is. Maar dat gaat gewoon gebeuren. Er komen door... dit soort portretten, maar ook artikelen, ontstaat er steeds meer bewustzijn. Willen mensen steeds meer hier aan bijdragen. Dus ik ben eigenlijk heel erg optimistisch dat dit over 10, 15 jaar... Is je eigen patroon al iets veranderd? Heb je het idee dat dit soort uitzendingen je eigen consumptiepatroon onder de loep neemt en verandert? Of zit de vraag die je eigenlijk niet wil krijgen? Nee. Okay. Want toen met die Bas van Abel aflevering was er ook meteen iemand die na afloop zei... dus je hebt ook al een Fairphone? Nee, ik had nog een iPhone. Dus natuurlijk denk je na. En natuurlijk probeer je zo min mogelijk plastic te gebruiken. Maar het is ook nog niet makkelijk om helemaal... om steeds boodschappen te doen. Ik bedoel, natuurlijk ben je ermee bezig, maar nog niet goed genoeg. Ja. Nou, we gaan het er ook over hebben in het slotgesprek over wat je als consument kan doen. Afsluitend, heb jij al toekomstplannen of toekomstplannen voor andere uitzendingen? Misschien over een heel ander onderwerp, maar hoe ziet jouw agenda voor de afgelopen komende 6 maanden zo eruit? Hè? Even een doorkijkje. Nou ja, in ieder geval de agenda-aflevering van Tegenlicht die in het seizoen, dus de eerste aflevering van het nieuwe seizoen komt. Dat is wel een somber onderwerp. Dat gaat over democratie. Ja. Het is veel ingewikkelder om dat een beetje in het positief daglicht te stellen. En de agenda wil zeggen dat het doorkijkt naar... Wat is de agenda-uitzending? Het is een aflevering die... hoe moet je dat nou zeggen? Even kijken. In het verleden is die vaak met Jim Rogers gedaan. De I Told You So man die zei altijd van hoe de wereld het komende jaar uit zou gaan zien. En in dit geval is het ook met een aantal mensen kijken hoe de democratie zich zou kunnen gaan ontwikkelen. Of daar positieve ontwikkelingen in te ontdekken zijn. Okay. Dat hoop ik heel erg namelijk. Het is... Ja, het lijkt totaal niet op deze aflevering waarbij we echt een portret maken van één persoon. Dus dat is gewoon met meerdere sprekers kijken naar de toekomst van de democratie. Dankjewel, Geert. En dank voor het maken van de uitzending. Succes met de volgende. Geert Rozinga. We gaan naar het tweede stukje film kijken. Ik had een stukje, hadden we klaarstaan uit de uitzending. Maar we hebben nog wat extra materiaal gekregen van de Ocean Cleanup. Dat is wel heel leuk, want we gaan kijken naar hoe de reis van het systeem 001 001 is. Naar de plek waar het echt aan het werk gaat. Dus daar gaan we even naar kijken, daarna het gesprek met Lonneke. Launcher deck bridge, we are ready to depart. We are ready to receive Wilson. You can throw down the heaving line and pick up the tow messenger. ETA Golden Gate Bridge, 2 minutes. ETA Golden Gate Bridge, 2 minutes. All lessons learned of lessons learned. Launcher deck bridge, you can start preparing Megamate. We will launch it very soon. The screen's really jammed up. We're going to have to insert an eyebolt, fix a line, and tow on this unit with the Megamate. They did it! Well, we're going to stop right! Bridge here, Mantatrol station. We're going to deploy the Mantatrol on the port side. This time I like to be that there is no tension on everything. Francisco, great! Bridge Pan, our acoustics and visuals are now complete. You can go ahead and start your operations. Start pulling in 3, 2, 1, go. Stand by for reorientation test. The system has rotated back to its original position. Rotation test complete. Bridge deck. The passive acoustic monitoring buoys have been deployed. We are ready for our pre-watch period. There's a sea line approaching the vessel on the port side. Adapter team, can we have an update on the status? We're on it. Last adapter is on the move. Here, extraction team, we're going to move the crane to lay down all the gear with the power block on deck. Prepare the extraction net. Okay, I think we're ready. Okay, we are ready on deck. How are you looking up there? We're ready too. The Megamate can approach. I'll toss out the heating line. Yep, I can see Megamate is reacting. Yeah, we'll do. Alright. Do not get hit by this! I'll try and throw it over! Launcher bridge, this is the deck, deploying the extraction net. We took the main decision to continue to the GPGP after Pacific Trials has been successful. We completed most of the important testing. We're breaking up immediately our camp here. opening the system and moving as fast as possible to the gyre as we can with 3 knots average speed. It's a long journey, the system will be subjected to a lot of forces, but we prepared for it. Now we are basically putting from the U shape to the straight shape again, attach it to the back of the Maersk Launcher and get the hell out of here. Process concluded, off to the GPGP. Ik wil graag uitnodigen Lonneke Holierhoek. Welkom Lonneke. Jij hebt een achtergrond in de offshore, zei ik. Dus jij kan heel goed uitleggen wat wij nu net hebben bekeken. Is het niet duidelijk? Nou, op zich natuurlijk wel. Maar ik was eventjes van, was het nou, wordt het eerst het systeem zeg maar, operationeel gemaakt en wordt dan de reis gestart? Of vaar je de reis er eerst naartoe en ga je dan? Dat is een goede vraag. Het is het eerste schoonmaaksysteem en de Great Pacific Garbage Patch, onze eindbestemming, is heel ver weg vanuit San Francisco. En er was nog steeds heel veel onduidelijk. Dus we wilden een aantal dingen testen, zodat we genoeg veiligheid hadden om er zeker van te zijn dat het systeem ook zou gaan werken zoals we dat in onze computermodellen en schaalmodellen et cetera voorzien hadden. Ja. En om dat nou helemaal pas na 21 dagen varen te gaan testen, dat leek ons wat onhandig. Dus we hebben na 5 dagen varen eigenlijk hebben we een locatie gekozen waar we de verschillende dingen die we echt geconfirmeerd wilden hebben, hebben getest. Ja, oké. Daar praten we zo over door. Dan zien we ook precies op de kaart waar het zit. Maar eerst even over jou. Hoe ben je bij de Ocean Cleanup terechtgekomen? Je zit er nu ruim een jaar, geloof ik? Ja, ruim een jaar. Bijna anderhalf jaar. Ja, ik heb een achtergrond in offshore constructie. Baggerprojecten en offshore constructieprojecten. En de Ocean Cleanup was echt in de fase van uitvinden naar uitvoeren. Aan het transformeren. En in die fase zochten ze iemand die hen daarbij kon helpen. Die dus meer uitvoerende ervaring had. En zodoende ben ik erbij gekomen. Wat is jouw drijfveer überhaupt om in bagger, offshore, die hele omgeving? Wat trek je daarin aan? Ja, ik hou ontzettend veel van de oceaan. Dus ik heb altijd willen werken op water en met water. Ik ben ook een amateur geoloog. Dus dat vind ik dan ook heel erg leuk. En die combinatie maakte het logisch dat ik in de baggertechniek beland. En welke expertise kan je bij de Ocean Cleanup vooral kwijt? Ben jij op een heel specifiek stukje een soort van mega-expert? Of is het gewoon een soort van die uitvoeringskant vooral die je goed begrijpt? Ik ben een redelijke generalist en met name ook de ervaring die ik heb op het uitvoeren van complexe projecten kan ik hier meebrengen. Het team van de Ocean Cleanup zijn echt briljante ingenieurs, maar heel veel hebben nog geen specifieke praktische uitvoerende ervaring, dus daar kan ik heel erg mee helpen. Ja. Ik word over verschillende dingen hebben, maar als je het van een afstandje bekijkt, 2 dingen. De Boyan Slat, ook de relatie, hoe jullie daarin samenwerken. En dan de Ocean Cleanup over waar jullie nu staan en wat voor obstakels en mooie dingen er gaan komen. Maar eerst eventjes, hoe is jouw relatie met Boyan Slat? Ben jij heel veel aan het sparren met hem? Of is het eens in zoveel tijd meedenken? Of ben je vooral heel erg met je eigen dingen bezig, namelijk de uitvoering van operaties en spreken elkaar bijna niet? Hoe zit dat? Nou, Boyan is vrij intensief aanwezig in alles wat er bij de Ocean Cleanup gebeurt. Onze bureaus zitten ook letterlijk neus aan neus. Okay. Dus, dat is het nieuwe kantoor in Rotterdam? Ja. Dus ja, wij overleggen heel veel. Soms heel kort met one-liners van heb je daar al eens naar gekeken? Of dat ik hem iets vraag van wat vind je daarvan? Maar ook wel intensiever. Er zijn natuurlijk, omdat hij een enorm druk reisprogramma heeft, ook wel periodes dat we elkaar wat minder spreken. Maar dan wordt er heel druk gewhatsappt. Hij doet heel veel gesproken berichtjes in de WhatsApp. Ja. En ge-e-maild. En hij is een groot voorstander van een management tool dat heet Wunderlist. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ikzelf niet. Hoe werkt dat? Dat betekent dat je baas gewoon de hele tijd actielijstjes kan aanvullen. Oké. En hij ziet dan ook dat je ze hebt afgevinkt omdat ze af zijn. Ja. Oké, dus dat is een redelijke top-down structuur die er heerst. En ben je het eens, of ben je het eens, maar herken je het in het profiel wat er naar voren komt in de uitzending? Ja, zelfs dat. Het is wel het is een leuk programma. Ik vond het heel mooi om te zien. De mediaoptredens die ik tot nu toe van Boyan heb gezien waren vooral in interviews of op een podium. Of als hij een monoloog afsteekt. Dit was meer interactie, meer tweedimensionaal. Misschien zelfs al driedimensionaal. Maar het blijft natuurlijk nog steeds... Er zijn camera's bij. En ook al was er een goede klik met de VPRO Tegenlicht crew... Ja, iemand is altijd meer dimensionaler dan wat je ziet, denk ik. Maar het is wel heel oprecht. Het is wel authentiek. Wat missen we dan? Wat krijgt de kijker minder mee van hem? Zijn eigen nieuwsgierigheid, denk ik. Mm-hmm. Ja. Humor. We hebben altijd heel erg veel... de sport binnen het team bij de Ocean Cleanup is wie de... leukste woordgrappen kan maken. Okay. In elke random situatie. Boyan? Ja? Ja. Doe jij zelf ook een beetje mee? Of ja, niet? Ik doe mijn best. Okay. Ja. Okay. Hij lijkt in de uitzending af en toe ook wel een beetje de last van de wereld op zich te dragen of zo. Je zit je op een gegeven moment af te vragen, heeft hij hier ook echt plezier in? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is natuurlijk heel intensief. Hè? Hij heeft echt letterlijk alles opzij gezet om dit te doen. Maar het is ook wel iets waar hij zelf ook zijn energie en inspiratie uit krijgt. Boyan is een echte innovator, uitvinder. Hij is het liefst bezig met het schetsen van allerlei oplossingen. Het inzichtelijk maken van allerlei andere problemen. Dan is hij echt op zijn best. Mm-hmm. Dan weet je ook dat hij heel veel plezier heeft. Maar er zitten natuurlijk ook kanten aan dat je hele lange dagen maakt soms. Dat hij zich in veel te veel details bemoeit. Dus dat hij een beetje overmanaged. En het is niet altijd leuk. En ook de dimensie van in de aandacht staan... Ja, dat doet iets met je, dat begrijp ik wel. Dat is niet iets wat hij van nature zou zoeken. Ja. Laten we naar de Ocean Cleanup gaan. Waar zijn we nu? We hebben daar volgens mij wat beelden van over waar hij nu is. Maar ik heb begrepen, hij is nu op de plek waar hij moet zijn, toch? Dat is System 001. Ja, vandaag is eigenlijk een hele leuke dag. Want vandaag begint de Ocean Cleanup. Wat goed. Eigenlijk, ja. Ja, nou, mooi. Ja. Ah, kijk. Dus dit is midden in de troep? Dit is het, ja. Toch, hier moet het gebeuren? Ja. Oké. Is dat volgens plan? Gaat het allemaal lekker nu? Of zijn er al dingetjes die zeggen, oh jee, dat is toch gebeurd? Of kan je daar een beetje een soort van spannend verhaal van maken? Ja. We plannen wel een beetje voor het onverwachte. Dus er zijn onderweg allerlei dingen gebeurd die ook overwonnen moesten worden. Maar gelukkig... is het team wat aan boord zit ook heel erg veerkrachtig en innovatief. Hoeveel mensen gaan er mee? We varen er met een hele grote boot van Maersk, de Maersk Launcher. Daar zit 18 man bemanning op van Maersk. En wij hebben zelf 12 man extra aan boord zitten. Dus er zitten 30 man de hele dag naar Wilson te kijken. Sorry, ik noem hem steeds Wilson, want dat is de nickname die we System 001 hebben gegeven. Oké, Wilson. Wat goed. En wat gaat daar, zoals ik het begrijp, gaat dit heel veel troep uit de oceaan halen, maar ook zodanig testresultaten opleveren dat nieuwe systemen verbeterd kunnen worden? Ja, dus dat is het allerbelangrijkste. Dit systeem wat we nu hebben gebouwd en naar zijn plek gebracht... noemen we eigenlijk een minimum viable product. Het voldoet aan de eisen waarvan we denken dat zo'n systeem moet voldoen... maar het is nog zeker niet geoptimaliseerd. En dat is ook heel moeilijk, omdat je heel veel vragen nog hebt over de natuurlijke krachten en allerlei fenomenen die we nog niet in de werkelijkheid hebben kunnen testen. Is dat een spannend moment wanneer zeg maar, je product zo minimum viable genoeg is om te gaan? Want je wil ook niet te vroeg gaan, maar ook niet, je wil ook op tijd kunnen testen. Is dat echt een heel erg timingbeslissing? Het is steeds voortgang houden. We weten het pas echt als we er zijn. Ja. Dat is steeds dat wat je voorhoudt. Maar je wil ook niet te vroeg zijn, omdat je niet wil dat die kapot gaat. Of anderszins iets niet doet waar het voor bedoeld is. Dus we hebben heel veel verschillende testen gedaan, componenten getest, dingen in de Noordzee gelegd die ook daadwerkelijk stuk gingen, waarvan we dan weer moesten leren en dachten, oké, we moeten nu door naar plan B of naar plan C. Al die dingen zijn gebeurd. Wat zijn de grote vragen? Los van hij doet het of niet of zo, maar zijn er bepaalde onderdelen van de EG, dat is echt spannend voor ons. Daar moeten we echt een antwoord op zien te krijgen. Er zijn verschillende vragen en dat is het hele spel aan bewegingen van zo'n systeem op zee. Dus daar gaan we heel veel aan meten nu het daar ligt. We willen zien of het plastic ook in alle omstandigheden in het systeem blijft zitten. En zo niet, onder welke omstandigheden dan niet. En waardoor komt dat dan? En wat we ook heel graag willen weten is welke interactie met de biologie in de oceaan is er nou precies? Omdat we daar ook onze ontwerp op willen optimaliseren. Om gewoon geen negatieve impact te hebben. Dus we zijn heel benieuwd of ons... als je de plastic concentratie ophoogt in zo'n soort drijvende vangsysteem, of daar dan extra vissen op afkomen. Mensen zeggen dat dat wellicht zo is, maar in welke mate is dat dan? Dus daar doen we echt heel erg gedegen onderzoek naar, om dat precies vast te stellen. We willen ook weten, hoe zit dat nou precies met planktonconcentraties of met de interesse van walvissen of al die dingen willen we checken. Oké. Zo nog verschillende vragen, maar ik kan me voorstellen dat er in de zaal ook wat vragen leven aan Lonneke. Ja, wat ik ervan begrijp zijn de meest kleine deeltjes, dus de microdeeltjes in de oceaan, het meest gevaarlijk. Maar met zo'n systeem lijkt mij dat je juist de grootste deeltjes vangt. En veel minder die kleine deeltjes. Hoe effectief is het dan allemaal? Ja, dat klopt. Kleine plastic deeltjes zijn gevaarlijk, omdat die veel makkelijker in de voedselketen worden opgenomen dan de grotere deeltjes. Wij hebben heel veel onderzoek gedaan op een enorme schaal naar hoe ziet dat plastic er nou precies uit wat in die garbage patch drijft. En daaruit hebben wij geconcludeerd dat 92% van het gewicht van het plastic wat daar drijft nog groter is dan 1 centimeter. Dus nog niet zo klein dat het microplastic genoemd kan worden. Juist dat plastic vinden we dat er zo snel mogelijk uit moeten halen voordat het afbreekt in nog meer microplastic. Want je kunt je voorstellen dat dat enorme hoeveelheden kleine onderdeeltjes gaan worden, die 92%. Oké, dankjewel. Ik zag hier ook nog een... Hoi, ik vroeg me af, het plastic wat jullie vangen, hoe wordt dat weer uit de zee gehaald? Je hebt op dat beeldje het extraction net test voorbij zien komen. Omdat we nu in een testfase zijn, is dat zeg maar een laagtechnologische oplossing die we gebruiken om het plastic eruit te halen. Het is een soort gemodificeerd visnet. Dat varen we om het plastic heen en dat sluit zich uiteindelijk als een soort zak, waarmee je het hele zak vol met plastic uit het water tilt. En wij doen dat op die manier omdat we gewoon nog niet weten wat voor een soort organismen zich tussen dat plastic gaan begeven. En op deze manier kunnen we dat goed onderzoeken. En kunnen we ook de tijd nemen om alle vissen en allerlei andere beesten die wel kunnen zwemmen te laten ontsnappen. En dus eens in de zoveel tijd wordt zo'n zak aan boord gehaald, uit elkaar gehaald, kijken wat erin zit. Ja, dat klopt. Oké. Sorry. Ja, hallo. Dankjewel. Ik ben razend benieuwd wat met de eerste vangst gebeuren gaat. En als daar nog niet echt een heel erg goed idee over is, of daar een... Ik heb wel een idee, ja. Nou, ik kom uit Amstelveen en wij zijn met heel veel scholen met dit onderwerp bezig. Die eerste vangst is natuurlijk heel symbolisch voor waar jullie mee bezig zijn. Dus ik kan mij een rondreis voorstellen van een deel van het plastic langs die scholen om het verhaal nog eens te vertellen. En dat willen we dan koppelen aan een Amstelveense Clean It Up Day, zoiets. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het, ja. Dankjewel. Ja, bedankt voor de tip. Ja. Wat er precies met het plastic gaat gebeuren, dat wordt op enig moment wel verder toegelicht. Maar we zijn echt voornemens om al het plastic te hergebruiken. En in ieder geval niet naar een afvalverwerker te sturen. Maar daaruit begrijp ik dat het al wel bekend is, maar het communicatiemoment volgt nog. Ja, toch? Ongeveer. Ja. Oké, nee, helder. Oké. Weer nog een scoop. We hebben 2 scoops. Ik weet niet of ik deze voor 10 uur eruit krijg, maar die op de rij 3 wel. Ja. Even gaan staan misschien. Goedenavond. Mijn naam is Arthur. Ik heb me oplopen afvragen. Is er niet tenminste 1 of 2 rechercheurs die op die boten meegaan, of die boot van Cleanup meegaat, om te achterhalen tussen aanhalingstekens, van welke schoften klerenleiers dat plastic is, om die 100 jaar te verbannen naar Mars, Pluto of Venus? Maar dit is een hele letterlijke. We kijken in deze discussie wel een beetje in de spiegel, heb ik het idee, hè? Of heeft u dat beeld niet? Ik denk het niet, want ik wil nog even heel kort ook terugkomen op het begin van deze uitzending hier. Dat je dus een keiharde houding moet hebben in deze wereld om je niet aan onnodige, achterlijke iPhone-reclames... U had het net, die aardige meneer van Tegenlicht. Ja, laat me even, ja. Dat als je een harde totaalweigeraars... of een harde dienstweigeraarsmentaliteit hebt... er zijn al meer groepen in Nederland... die absoluut niets willen worden opgedrongen... over rare technologie die de wereld vervuilt. Volgens mij is het idee helder. U zegt, de vervuiler moet hier betalen. Precies. Ja. En als dat niet zou gebeuren... zou ik met een beetje humor willen oproepen... om ISIS hier achter die boeven aan te laten gaan. Kijk, oké. Dat is de heel veel creativiteit in de zaal... Lonneke, hoe zien jullie daar ook een oplossing? Maar ik heb het idee, als dat plastic uit zee komt... dan zit er natuurlijk een moment voor bewustwording. Meneer zei het daarnet ook al, Boyan Slat zegt dat in de uitzending. Gaan jullie dat ook koppelen in je communicatie aan? Van ja jongens, we moeten nou wel even met elkaar goed kijken hoe we dat doen. En misschien ook wel heel gericht naar bepaalde industrieën. Van jongens... neem hier je verantwoordelijkheid. Zien jullie daar een rol ook voor jullie misschien? Nou, een onderdeel van het schoonmaken en dan vervolgens schoonhouden van de oceaan... zit natuurlijk ook in het onderzoek naar waar komt die vervuiling vandaan. Dus een stukje recherchewerk zit er wel in, maar dan door onze onderzoekers. En daar wordt dus studie gedaan naar een groot onderdeel van het materiaal wat we vinden... is afkomstig van visnetten of zeetouwen, de visfarming-industrie. En daar willen we wel weten van van welke soort visserij of van welke soort visfarming of dat soort vragen. En sommige stukken zullen bijvoorbeeld nog... restafval van de tsunami zijn of van... ik begrijp dat jullie van alles willen weten en in kaart brengen... maar is er misschien een rol voor politiek of anderen... om die wat stevige kaart te spelen die meneer net toelicht? Informatie is macht, dacht ik altijd. Dus als we het weten, dan kunnen andere mensen vanzelf. Daar... Oké. Ja. Nog ruimte voor 1 of 2 vragen hier, meneer. Tweede rij. Het gaat natuurlijk om een heleboel plastic. Hoe hebben jullie het transport dan geregeld van... de zee, zeg maar, waar jullie het vangen, naar het land toe waar het eventueel verwerkt gaat worden? Ja, op dit moment gebeurt dat met de offshore schepen, de sleepboten eigenlijk, die we naast het systeem hebben liggen. Die helpen met het monitoren, het in de gaten houden van het systeem, het leren, het bestuderen van allerlei beesten, et cetera, maar ook met het eruit halen van het plastic en het transporteren naar de wal. Die capaciteit die is nu natuurlijk maar relatief klein. Ja, we hebben nu ook nog maar 1 systeem. Maar als we straks een hele grote vloot van dit soort schoonmaaksystemen hebben... dan zullen we meer capaciteit moeten hebben. En het ideaalbeeld is 60 om al die verschillende plekken waar het zich verzamelt... om dat daar aan te pakken. Dat is het ideaalbeeld, of niet? Ja, we hebben in principe 60 systemen nodig voor deze North Pacific Garbage Patch alleen. Oh, alleen deze? Ja. Oké. En op termijn, als je echt groot denkt... zou het er nog meer moeten worden voor al die verschillende draaikolken... om het maar even zo te zeggen. Ja. Voor de 5 garbage patches die er in de oceanen zijn. En is het dan 5 keer 60 is 300? Nee, die andere garbage patches zijn kleiner. Oké. Ja, dus wat is de rol van kapitaal? Hoe belangrijk zijn investeerders voor jullie dan? Ja, op dit moment zijn we heel erg dankbaar met zowel donoren, dus mensen die ons geld hebben gegeven om dit te kunnen doen, als met bedrijven die ons heel erg steunen door in-kind diensten te leveren, zoals bijvoorbeeld Maersk. Je ziet hier dat mooie grote schip. Dat werd ons aangeboden door Maersk. Dus zonder dat soort steun kunnen wij niets. Maar en in de tijd, als dit goed gaat en jullie leren daarvan, dan ga je weer bij wijze van spreken met de pet rond en dan ga je weer kijken van jongens, wat kunnen we mogelijk maken voor die 60? Ja. Oké. Okay. Maar even twee vragen. Jij hebt er eentje dan hier op de eerste rij nog. Ja, goeiedag. Ik ben erg nieuwsgierig hoe het systeem op zijn plaats blijft. Want ik begrijp dat er geen kabels naar de bodem lopen. En ik ben ook heel nieuwsgierig hoe dat systeem intact blijft als er een orkaan overheen gaat. Het systeem blijft niet op zijn plaats, dus dat helpt al wellicht in de beeldvorming. Het systeem drijft mee met de richting van de wind en de golven. Het gaat niet zo hard, maar het plaatst zich wel voort. En daarmee volgt het eigenlijk ook het ronddrijvende plastic. Alleen de snelheid is iets hoger, dus het haalt het plastic in. En dat is het concept waarmee het plastic vangt. En hoe het heel blijft, de keuze van de materialen is... we hebben ervoor gekozen om het systeem van plastic te maken. Dat schijnt goed te overleven daar. Ja. Ja, want je moet dieven met dieven vangen is een spreekwoord en dat passen jullie hier ook toe. William? Ja, om door te gaan op die orkaan. De laatste paar keer dat we bij jullie waren, toen vroegen we... is er een deadline voor wanneer die er moet liggen? En Boyan die was vooral bezorgd over die stormen die gaan komen. Hoe erg kan dat worden? Wat kan er gebeuren op het moment dat er op de Pacific dat het echt gaat spoken? Ja, het systeem is ontworpen en door onze engineers getest op eens in de 100 jaar storm. Nou schijnt die tegenwoordig heel vaak voor te komen, zo'n eens in de 100 jaar storm. Hij is wel ontworpen om dat te overleven. Alleen waar Boyan zich het meeste zorgen over maakt, is blijft het plastic er dan wel in zitten. Dus dat is, dat moeten we nog gaan zien. Okay. U kijkt me aan alsof u niet kunt slapen als u deze vraag niet heeft gesteld. Dus dat is echt even nog eentje erbij. U heeft helemaal gelijk. Nee. Jullie hebben vast een idee over hoeveel plastic je eruit gaat halen. Als gastdocent over plastic soep vertel ik wekelijks leerlingen dat er 360 miljard... dat zijn dan zoveel nullen dat ik daar ook even naar moet kijken... jaarlijks bijkomt. Miljard wat? Ton plastic. Oeh. Dat zijn niet de soorten... In productie, hè? Waarvan dan 3% okay. Ja. Dus in het water belandt. Okay. Dus staat dat in verhouding met wat jullie eruit gaan halen? Ik bedoel, komen we op een balans? Dat is mijn vraag. In de Great Pacific Garbage Patch drijft nu ongeveer 100.000 ton... dat is niet zoveel als de getallen die wel genoemd worden als die jaarlijks in de oceaan zouden belanden. Dat is nog een factor 20. Wat uiteindelijk vanaf het land of landbronnen in de oceaan zou belanden. We weten alleen niet precies nog waar dat allemaal blijft. Want een heel groot gedeelte daarvan spoelt aan op het strand. En het gedeelte wat doordobbert zal uiteindelijk een keer in zo'n gyre belanden... omdat het daar in principe niet meer uit kan. En daar is de concentratie in alle oceanen dus het hoogst. En organismen die leven op de oceaan... heel veel daarvan voeden aan het oppervlakte. En zien dus juist bij die hoge concentratie plastic... het plastic voor voedsel aan. Dus het doet daar wel heel erg veel kwaad. Dus soms kan een klein gedeelte van het probleem wel het meest schadelijke deel van het probleem zijn. En dat is wat wij willen oplossen. Er wordt wel eens gezegd, hè, van goh, lossen jullie verkeerde problemen op, want je zou bij de bron moeten zitten. Word je moe van dat soort opmerkingen? Hoe ga je daarmee om? Ja, het is waar. Ik bedoel niet zozeer dat we het verkeerde probleem oplossen, maar je moet en doen. Hè? Ja. Ons antwoord is heel duidelijk van we moeten de bron reduceren, want anders blijven wij straks ook voor eeuwig de schoonmakers van de oceaan. En op een gegeven moment zouden we graag mission accomplished willen kunnen zeggen, zodat Boyan aan zijn witte boekje kan gaan werken. Ja. Maar op het moment dat niemand die bronnen aanpakt, gaat dat niet gebeuren. Dus allebei moet gebeuren. Ja, even naar dat witte boekje. Kan je daar iets over zeggen? De bepaalde dingen die er ook nog aan zitten te komen op een ander vlak misschien? Of zit het toch aan die plastic sfeer? Ja, wij praten echt alleen maar over de Ocean Cleanup. Oké, je zit tegenover hem. Je ziet dat boekje liggen. Nee, dat boekje ligt volgens mij op zijn nachtkastje thuis, volgens mij. Oké. Lonneke, veel dank voor je toelichting en heel veel succes met jullie mooie project. Dank je wel. We gaan naar het tweede fragment toe. Boyan Slat over de wat filosofische dingen misschien heeft over de ontkoppeling tussen mens en natuur. Over het geloof in technologie dat hij heeft. Laten we gaan kijken. Als je bijvoorbeeld nadenkt over ons eerste systeem, daar hebben waarschijnlijk wel 10.000 verschillende mensen aan gewerkt, direct en indirect. En dankzij dat wij mensen heel erg effectief kunnen samenwerken en dat we dingen kunnen voorstellen die nog niet bestaan, en we kunnen beginnen met onszelf te ontkoppelen van de natuur. Ik denk dat wij mensen op dit moment in de beste tijd leven waarin we ooit hebben geleefd. Als het gaat om welvaart, als het gaat om gezondheid, levensverwachting, educatie, geweld. Nou, lijkt alles alleen maar steeds beter te worden. En dit is gedreven door, denk ik, door technologie en door de ondernemerschap, door de wereld zo te vormen dat we effectief problemen kunnen oplossen. Maar dit heeft als side-effect gehad dat we ook een negatief effect hebben gehad op het milieu. Maar ik denk dat de oplossing niet is om terug te gaan naar hoe we ooit leefden. Ik denk dat de oplossing veel meer is om die ontkoppeling tussen mens en natuur, om die juist door te zetten. En ik zie vervuiling en de extractie van natuurlijke bronnen eigenlijk als de laatste verbinding die we nog hebben tussen natuur en de menselijke wereld. En in plaats van dat we ons afzetten tegen die trend waar we in de afgelopen honderden jaren de mensheid zoveel beter hebben gemaakt. Ik denk dat we daar juist van moeten leren door niet te protesteren en niet te klagen over de dingen waar je het niet mee eens bent, maar juist te bouwen aan een toekomst waar je het wel mee eens bent. Het is niet dat we hier een net iets betere auto of een net iets beter vliegtuig proberen te ontwikkelen. Dit is de eerste auto of het eerste vliegtuig. Ik wil graag uitnodigen van The Great Bubble Barrier Saskia Studer en Annemarieke Eveleens. En van River Cleaning Noria Rinze de Vries. Welkom, Saskia, Annemarieke en Rinze. Saskia en Annemarieke, als ik jullie mag beginnen, wat is jullie project? Wij kunnen plastic uit rivieren en kanalen halen door middel van een bellenscherm. Bellenscherm, yes. Kijk, daar zien we het. Vandaar de naam The Great Bubble Barrier. Ja. En de bubbels vormen een barrière voor plastic in rivieren en kanalen. En wat wij doen is, wij plaatsen een buis op de bodem. Daar zitten gaatjes in. We zetten daar luchtdruk op. Daaruit ontstaat een scherm, een gordijn aan bellen. En dat plastic dat drijft er tegenaan. Nou, dat is fijn, maar dan haal je het er nog niet uit. Dus wat wij dan vervolgens doen, we plaatsen de buis diagonaal ten opzichte van de natuurlijke stroming van de rivier of een kanaal. Waardoor niet alleen het plastic er tegenaan botst, maar daardoor wordt het ook langzaam naar de zijkant toe gedreven. Ja. En dat is een plek waar je het eruit kan halen. Okay. Het meeste plastic dat stroomt in een rivier of een kanaal waar het snel stroomt. En dat is over het algemeen het midden. En nou ja, dat is net niet zomaar waar je een seabin of een andere oplossing kan neerleggen. Deze oplossing zorgt ervoor dat het niet de zee gaat en van het midden naar de zijkant gaat. Yes, correct. Okay. Annemarieke, is het al operationeel ergens? Of in welke fase zitten jullie? We hebben nu 2 grote pilots mogen draaien. 1 in het lab, vorig jaar lente bij Deltaris. En afgelopen herfst, vorig jaar, hebben we een 200 meter lange barrière mogen neerleggen in de IJssel bij Kampen, een van de snelstromende rivieren van Nederland. Ja. Dat was een pilot, wel full scale. Dus we hebben het hele trucje, het hele project uitgevoerd daar. Mm-hmm. En na een maand moesten we hem daar eruit halen, omdat dat nou ja, de reikwijdte was van de proefopstelling die we hadden gewonnen bij een prijsvraag. Okay. Dus we zijn door de testfase heen van wat net al werd genoemd minimal viable product. Ja. En we zijn klaar voor implementatie. Hartstikke goed. Ja. Praten we zo over verder. Rinze. River Cleaning Noria. Ja, wat is dat precies voor moois? Ja, het is eigenlijk heel simpel gezegd een plastic afvalschep. Daar is het ooit mee begonnen. Alleen qua naamgeving heb ik dat nu een beetje aangepast. Nou, zoals jullie zien, het zit achter een gemaal. Want het is begonnen met een prijsvraag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Die zeiden, ja, we pompen heel veel. In Noord-Holland pompen we heel veel water de zeeën op. Maar met dat water komt ook heel veel plastic mee. En voor een gemaal zitten spijlen met een tussenruimte van 10 centimeter. En dat is omdat de vissen daar tussendoor moeten kunnen. Maar dat betekent ook dat een klein flesje kan ook gewoon door. Dus ze vroegen, bedenk een manier om het plastic tegen te houden, maar dat de vissen wel gewoon door kunnen. En ik heb dat zo duurzaam mogelijk ingestoken. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk, ik maak gebruik van de waterkracht die je daar al hebt. Dus je ziet een scheprad aan de achterkant. Die hebben we vroeger gebruikt om de polders leeg te pompen. En die wil ik nu net de andere kant op laten draaien. Dus je wordt aangedreven door het water. En die gaat een paar scheppen die aan de bovenkant van een waterkolom het plastic eruit scheppen. Gaat die aansturen. En dan wordt het aan de zijkant afgevoerd naar een opvangcontainer waar het 1 keer in de 2 maanden gelegen kan worden. Dat is zeg maar die witte bak die je achter dat donkere gemaal ziet. Ja, die aan de zijkant ziet. Ja. Ja. Dus even een hele simpele variant. Het is inmiddels alweer een stukje verder. Okay. Je komt een beetje oud-Hollandse vernuftigheid over, zeg maar. Ja, klopt. Zo'n boerenverstand, zeg maar. Ja, ik begon ook mijn pitch bij de prijsvraag met de kracht zit hem in de eenvoud. En ik maak eigenlijk gebruik van echt oer-Hollandse technieken. Wat goed, wat goed. Praten we ook zo over door. Eerst eventjes terug naar het fragment. Boyan Slat aan het woord over verschillende zaken. Maar eventjes de persoon en dat initiatief. Heeft dat jullie op de een of andere manier geïnspireerd? Of waren jullie op een andere manier zeg maar, met plastic en oceanen en er moet wat gebeuren in aanraking gekomen? Boyan was wel een van de eerste die ook zichtbaar maakte op de oceaan van dit drijft hier. Mm-hmm. En nou ja, voordat wij überhaupt de Great Bubble Barrier hadden, was hij al bezig. En nou ja, alle awareness die hij heeft gecreëerd rondom dit probleem in de oceaan, is absoluut wel iets wat daarin meedraagt. Ja. Voor jou, Annemarieke? Ja, hetzelfde. Boyan was een van onze inspiratiebronnen. We zijn alle drie zeilers als oprichters van de Great Bubble Barrier. Dus we kwamen zelf het plastic ook tegen. Ja. Dat is ook de reden waarom we vaak over de Ocean Cleanup spraken. Maar ook over andere oplossingen en discussies die er liepen. En, hebben jullie ook een wit boekje? Ja, correct. Nee, willen jullie er wel wat over vertellen? Of is het we hebben zoveel ideeën. Ja? Maar voor ons, wij geloven zo heilig in ons idee dat we ook daar eerst op gaan focussen. Okay, zorgen goed. Dat die eerste permanente bubble barrier erin komt. En dan kijken we weer verder. Rinze, even naar jou. Helpt Boyan Slat zeg maar, in de bredere bewustwording? Of is er echt een soort van moment geweest dat je van toen je hem hoorde, ja, die gaan we verder mee? Boyan Slat helpt sowieso met bewustwording, ook in de hele wereld, dat het gewoon een groot probleem is. Bij mij zit het wel, ik heb het gevoel dat het belangrijk is om het zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken. Mm-hmm. Gelukkig hebben we ook andere mensen zoals Merijn Tinga met de Plastic Soup Server en het statiegeld op de kleine flesjes. Maar volgens mij moeten we het probleem gewoon op zoveel mogelijk punten aanpakken. Dus gewoon zowel aan het begin als ook halverwege als ook helemaal aan het einde. Ja. Dus dat is een beetje mijn drive. En ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een minimal viable product, maar ik heb ook allemaal andere ideeën in mijn hoofd. Die ik nu eerst even rustig terug moet houden. En dan eerst dit ontwikkelen en dan verder met die andere ideeën. Oké. Even wat verder inzoomen op de Great Bubble Barrier. Want die minimum viable product is er nu. Wat is nu de volgende stap? Gaat het al wat voor partij hebben jullie nodig om dit echt serieus op te schalen en te implementeren? Ja, op dit moment zijn we met verschillende overheden in gesprek. Om te kijken waar we hem kunnen implementeren. Er is heel veel interesse. Een van de grootste problemen, en ik denk dat we daar later ook op terug kunnen komen. Een van de grootste problemen die wij zien is dat er heel veel beleid is op het gebied van zwerfafval. Misschien nog niet genoeg, maar er is beleid op. Er is weinig beleid over afval in water. Dus wat we zien is dat er veel interesse is en dat op dit moment creatief wordt gekeken naar welke potjes of fondsen bij elkaar kunnen worden gelegd om oplossingen zoals deze in te zetten. Ja. Zijn jullie een bedrijf of een project of een initiatief? Hoe kijken jullie naar jezelf? Wij kijken naar onszelf als een social enterprise. Dat betekent dat we wel een bedrijf zijn, maar we zullen nooit een project starten zonder dat het impact heeft. Dus als er ergens een miljonair langskomt die zegt ik wil een leuk bubbelbad, no way. Oké. Het moet op een strategische plek liggen en het moet impact hebben. En wie zijn jullie klanten dan? Dat zijn dan overheden? Ja, voornamelijk richten we ons nu op overheden, provinciën, waterschappen, gemeentes. Wat is jullie gedroomde eerste plek? Is dat ergens in Nederland omdat er hier natuurlijk veel Europese rivieren de zee vinden? Of is het misschien wel in Bangladesh of zo? Wat is de plek waar je denkt, daar moet het gebeuren? Als eerste? Ja, we focussen voor de eerste Bubble Barrier ons hier in Nederland. Nederland is een fantastisch mooi waterland om een product zoals dit te kunnen ontwikkelen. We focussen nu voornamelijk op plekken waar we high impact, small Bubble Barrier hebben, dus stedelijke omgeving. We komen zelf een beetje uit de gemeente van Amsterdam. Dus dat zou ook een hele mooie locatie zijn. Maar even heel specifiek, waar is het dan? Is het dan waar de, hoe heet het daar, de nieuwe waterweg naar de Noordzee gaat? Of waar de gracht eigenlijk het ei op gaat. Oh, daar. Okay. Daar zit stroming. En dat is niet zo heel breed. Nee. En daar stroomt heel veel plastic doorheen, weten we. Dus dat zou een hele mooie locatie zijn. Oké. Hoe ver zijn jullie met de gemeente? We zijn aan het praten met verschillende belanghebbenden rondom Plastic Soup in Amsterdam. Mm-hmm. En we zijn de verschillende partijen rondom de tafel aan het trekken om te vertellen, we hebben een oplossing en we kunnen hier wat mee. Doen jullie mee? Heb je een oproep aan de zaal in de zin van als hier financiers zitten of andere mensen die, zit er ergens iets van, hier kunnen jullie ons wel mee helpen? Nou, als je de juiste mensen voor ons hebt en die kan optrommelen en kan overtuigen dat de Bubble Barrier iets is voor een gemeente of een stad waarvoor je werkt of een connectie mee hebt, graag. Ja, en het moet echt een gemeente zijn die zegt van, wij gaan een Bubble Barrier neerleggen. Ja, dat is echt iemand die daar echt heilig in gelooft. Oké. Kapitaal is dus minder een probleem op het moment. We hebben een crowdfunding begin dit jaar gestart. Mm-hmm. En daarmee hebben we funding geworven om de eerste permanente Bubble Barrier zelf te kunnen implementeren. Daarbij komen natuurlijk nog wel de kosten voor bijvoorbeeld het recyclen en de energiekosten van het bellenscherm. En dat is iets waar wij dan niet voor op kunnen draaien. Maar we hebben wel het budget voor de eerste permanente bellenscherm. Oké. We gaan even naar Rins toe. Zelfde soort vraag. Waar zou jij het liefst actief willen zijn? Hebben jullie trouwens ook een soort van link? Want er lijkt ergens wel een raakvlak te zitten, toch? Zeker. Onze producten vullen elkaar heel goed aan. Daar hebben we eerder ook al een keer over gesproken. Een half jaar geleden of zo. Mm-hmm. Want eigenlijk de Great Bubble Barrier die zorgt ervoor dat het mooi op één locatie komt. En als je dan op die locatie de plastic afvalschep neerzet, dan haalt die het er mooi uit. En dan kun je voorkomen dat, want als het in het water ligt, dan wordt plastic langzaamaan steeds kleiner. Dus op het moment dat we het er dan zo snel mogelijk uithalen, kunnen we dat proces in elk geval stoppen. Ligt jullie aanbod dan gezamenlijk bij de gemeente Amsterdam? Of zijn dat nog gescheiden zaken? Of ben jij heel ergens anders in gesprek? Op dit moment is het nog een gescheiden zaak. Alleen we hebben elkaar we kennen elkaar, dus we weten als we ergens bezig zijn, dan kunnen we elkaar daarin aanvullen. Maar daarin zit ik denk ik nog wel een beetje, of wij, want sinds kort ben ik met een collega, zitten we nog een beetje in een vroeger stadium. Ja, dus je zit een fase eerder, hè? Klopt. Qua financiering hebben we nog helemaal niks. We zijn nu, toevallig hebben we vrijdag een gesprek met Rijkswaterstaat, mm-hmm, om eventueel in de Maas in Limburg een locatie te testen. Eigenlijk wat jullie bij Zwolle hebben gedaan. Ja. Dat willen wij nu komend voorjaar gaan uitproberen. Is dit echt een Nederlands feestje? Is dit zeg maar TU Delft meets offshore industrie meets slimme creatieve mensen of zo? Waar hebben we het hier over? Of is het in de hele wereld wel iets wat heel erg speelt? Het is in de hele wereld iets wat speelt, maar ik denk dat Nederland gewoon een heel goed ontwikkeld klimaat heeft om zoiets te ontwikkelen. En als het dan een goed product is, kun je het in het buitenland verkopen. Ja. Dat is ook de reden dat ik uiteindelijk van plastic afvalschep ben overgestapt naar River Cleaning Noria. Wel met het idee, oké, zo snel mogelijk zorgen dat het hier een goed werkend product is. En dan juist naar de landen waar dat echt een probleem is. Dus ik ben er al mee bezig, die internationale opschaling. Klein beetje wel. Ja, oké. Zijn er vragen aan dit drietal? Ik zie daar een hand omhoog gaan. Ik wil graag weten hoe zo'n bubbelding de scheepvaart beïnvloedt. Hoe gaat het met het verkeer op het water? We hebben op onze pilot site in Kampen hebben we daar het scherm ook over de volledige breedte kunnen neerleggen. Ook dwars door de doorvaart heen. Schepen kunnen daar gewoon overheen. Er was zelfs een kanoer die was heel geïnteresseerd naar wat die bellen nou wel niet deden. Die gingen er ook overheen. Sommige mensen hebben het beeld van een bellenscherm van een zoet-zoutwaterscheiding in gedachten. En dat is een behoorlijk immens druk wat uit het water komt. Wij hebben echt een fractie van dat nodig. Dus we vormen geen hinder voor scheepsvaart. Ja, dat plastic dat heeft geen motor achter zich. Dus dat drijft lekker met de natuurlijke stroming mee. En zodra die de stroming van het bellenscherm tegenkomt, dan wordt hij daardoor begeleid naar de zijkant toe. Dus die kan er wel naar de zijkant worden gedreven. Oké. Nog andere vraag? Ja, Anne, je hebt iemand? Ja. Ik weet niet of jullie ook plastic nodig hebben om jullie systemen te maken, maar zouden jullie het plastic wat jullie opvangen, ook voor de Ocean Cleanup, niet kunnen gebruiken om al die afvangsystemen te maken, zodat het wel goed gebruikt wordt en niet weer in zakjes of wat dan ook? Ja, onze buis is gemaakt van rubber. Niet per se van het plastic dat we eruit halen. Het is wel grappig. Het zou kunnen. Maar dat is niet waarvoor wij dat plastic willen gebruiken. Maar idealiter is de gedachte natuurlijk dat je gerecycled plastic gebruikt en niet zeg maar virgin verhaal. Ja. Oké. Ja. Ik heb dat idee ook gehad, want ik dacht bij mezelf: het zou ideaal zijn als je van al dat plastic wat je eruit haalt gewoon weer nieuwe scheppen maakt. En dan wordt het uiteindelijk gewoon steeds meer en steeds meer. Alleen, ik heb toen gesprekken gehad met partijen die inderdaad van plastic weer nieuwe producten maken. En het schijnt dat die kwaliteit op dit moment nog niet goed genoeg is om echt een sterk systeem te maken. Dus er moet nog veel meer onderzoek naar worden uitgevoerd. Oké, ik heb hier nog een vraag. Ja, ik heb een vraagje over die pilot. Kun je wat meer vertellen over de resultaten die je hebt geboekt? Hoeveel plastic is eruit gehaald? Hoeveel dreven voorbij? Hoe groot was het plastic? Dat soort zaken. Aan wie is de vraag? Aan de Great Bubble Barrier. Ja, goede vraag. We hebben getest in de IJssel gedurende 3-4 weken. En onze grootste focus was eigenlijk om te kijken hoe efficiënt de bubble barrier was. Dus wat we hebben gedaan is dat we er eigen materiaal in het water hebben gegooid om te kijken hoeveel percentage we er weer uit zouden halen. Dat hebben we niet gedaan met plastic, omdat we niet het risico wilden lopen dat als we zouden lekken, dat we dan zelf zouden vervuilen. Dus we hebben testmateriaal voorgenomen, organisch materiaal wat eigenschappen had waar we mee wilden testen. En we konden 86% daarvan opvangen. Dat waren zowel objecten die bijna volledig onder water zaten, maar wel dreven, als objecten die effect van wind ook op zich hadden. Dus zo hebben we zowel de stroming als de wind kunnen testen. Oké, was er achterom nog een vinger of heb je dat verkeerd gezien? Nee. Oh, daar, ja. Ja, ik stelde eerder avond een vraag over hoe Boyan het zo groot heeft kunnen krijgen. En daar kom ik nu eigenlijk een beetje op terug. Want ik vind jullie idee is gewoon eigenlijk net zo goed als de Ocean Cleanup. Maar nou vraag ik me dus af, dat is niet per se een vraag die jullie denk ik kunnen beantwoorden. Hoe kan het dat Boyan zijn bedrijf zo groot heeft kunnen maken, terwijl jullie net zo'n goed idee hebben? En dat jullie zouden in principe alle rivieren ter wereld schoon kunnen maken. Wat ook kan natuurlijk een hele oplossing. Boyan 2012 gestart met die TED Talk. Eerder al. Wanneer zijn jullie gestart? 2 jaar geleden. Oké, dus dat is een deel van het antwoord. Bij jullie? We hadden het idee in de winter van 2015. En ik denk dat we echt een boost hebben gekregen in 2016. Dus dat is ook 2 jaar terug. Hoe kwam die boost? We hebben heel lang gezocht naar wie dit zou kunnen uitvoeren. En dat heeft ons 1 jaar gekost met zelf onderzoek doen en mensen zoeken. Ja. Totdat we dachten, oké, dit werkt dus niet. Niemand gaat dit doen, dan gaan we het zelf doen. We zijn meegenomen in een wedstrijd, Plastic Free Rivers Marathon, van PWN en Rijkswaterstaat. Die hebben gewonnen en dat was echt onze boost. Ja, dus dat soort wedstrijden, dat kom je heel vaak tegen. Soms denk je, daar hebben we weer een wedstrijd. Maar dat werkt dus wel. Het zorgt ervoor dat je direct in contact komt met de experts en de mensen die er wat mee kunnen. En is dat alleen zichtbaarheid of ook geld? Dit was voor ons een ton aan prijzen geld waar we de IJssel-pilot mee hebben kunnen financieren. Ja. Maar voornamelijk het netwerk en dus precies met de juiste mensen aan tafel zitten. Want als je zelf gaat zoeken en niet in de sector bekend bent, dan kan je lang zoeken. Ja. Anne, ik zag daar nog iemand. Heb jij die? Of... Dankjewel. Hoi, mijn naam is Geert-Jan Aleven. Ik heb voor jullie alle drie eigenlijk een vraag. Misschien een beetje een gekke vraag, maar ik ben gastdocent, maar daarnaast ben ik ook singer-songwriter. En ik ben aan het kijken of ik de artistieke kracht van singer-songwriters kan inzetten om iets te betekenen in dit probleem van een liedje plastic. Over plastic maken. Nou ja, een liedje over plastic maken, maar dat weet je, dat kan je op Facebook gooien en dan krijg je 3 duimpjes omhoog en daarna gaat iedereen weer. Dus ik ben aan het kijken van hoe kan een artistiek product, een cd, een hele duidelijke bestemming krijgen en een force for good worden. Ja. Bijvoorbeeld in het versterken. We denken wel aan streamen, hè? We denken niet in cd's, toch? Want dan hebben we iets meer bereik. Maar goed, ik begrijp je idee. Het liefst maak ik eigenlijk vinyl. Dus ja. Je bent echt van ons. Ja. Gerecycled plastic. Dat gerecyclede vinyl, ja precies. Ja. Oké, maar jongens, de vraag is, songwriter biedt zich aan. Ja, zou je daar iets mee kunnen op de een of andere manier? Publicitair of wat dan ook? Wat je, dankjewel. Dames, heer. Misschien even over nadenken. Ik weet niet, kunnen jullie dit mee? Als je het hebt over kunst en cultuur, denk ik singer-songwriter zie ik niet zo 1, 2, 3 een optie, maar ik wil er graag over nadenken. Qua kunst denk ik wel dat we er iets mee kunnen, want ik heb meerdere varianten in gedachten. Dus ooit begonnen met achter een gemaal, maar ik heb ook een kleinere variant in de binnenstad in gedachten. En dat zou ik heel graag samen willen doen met een kunstenaar, om ervoor te zorgen dat het ook echt een mooi object is om naar te kijken. Dus dan is het multifunctioneel. Gewoon mooi om naar te kijken en het haalt het plastic uit het water. Ik heb ooit een keer samen met Rijkswaterstaat gedanst op geplastificeerde zeemansliederen. Fantastisch. Matthijs Lievaart heet hij. En het bracht de sfeer los, het bracht mensen bij elkaar en het realiseerde iedereen wel weer even waarvoor we dit doen. Dus hoewel ik niet per se direct een link heb met de Bubble Barrier, zeg ik, ga alsjeblieft door. Het is fantastisch. Oké, dankjewel. Mooi. Ik heb nog een afsluitende vraag. Op een gegeven moment zegt Boyan Slat, als we een probleem technisch kunnen definiëren, dan zijn we, ik zeg het even in mijn eigen woorden hoor, maar aan het begin van een oplossing. Dus hij kijkt heel erg technisch naar de wereld. Zijn jullie ook dat soort mensen? Want je kan ook zeg maar in beleid, beleidsmatig naar de wereld kijken of cultureel of zo. Maar hij zegt, techniek is de eerste stap van de oplossing. Zitten jullie hier ook, is dat de manier om het aan te pakken? Is dat jullie aanpak? Rinze, ja? Ja, bij mij sowieso wel. Op zich, ik herken wel dingen wat Boyan heeft. Ook dat witte boekje. Nou, ik heb geen wit boekje, maar wel heel veel dingen in mijn hoofd. Mm-hmm. En op zich die combinatie van de techniek en de politiek. Ik heb aan de Technische Universiteit gestudeerd. Uiteindelijk ook bestuurskunde gedaan. Dus ik kan het wel mooi combineren. Maar ik merk wel dat ik gewoon vanuit mijn intrinsieke motivatie komt wel vanuit het knutselen met dingen, gewoon iets in elkaar zetten. En op het moment dat het nog niet werkt, dan niet denken, oh jammer, dat werkt niet. Maar gewoon op een creatieve manier over oplossingen nadenken. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat dat mijn sterke punt is. En uiteindelijk moeten we volgens mij ook de politiek zover krijgen om ruimte te geven aan de techneuten om gewoon iets verder te ontwikkelen. Oké. Saskia, Annemarieke? Bij mij begon het heel erg bij bewustzijn. Bewustzijn creëerde voor mij een speelveld van oké, dit is er momenteel gaande. Wat kunnen we hiermee? En de techniek van de Great Bubble Barrier bood daarin een oplossing. En het is de motivatie daarachter die dat dan vervolgens gaat drijven. Dus ik hoor hier meer een combinatie van zaken. Ja. Oké. We gaan afronden voor dit blokje. Heel veel dank. Saskia, Annemarieke en Rinze. Jullie bedankt. Succes met jullie mooie plannen natuurlijk. We gaan naar het derde fragment toe, het laatste fragment. Daar gaan we meer die beleidsmatige kant op. Dan zien we Frans Timmermans, EU-commissaris vanuit Nederland. En hij heeft het over aandacht voor preventie en over het juiste momentum dat er nu blijkbaar is. Ik denk dat technologie en regelgeving hand in hand kunnen gaan. Aan de ene kant kan regelgeving de ontwikkeling van technologie promoten door de juiste prioriteiten te stellen. Maar anderzijds heb je wel de technologie nodig om het te kunnen oplossen. Je kan wel plastic willen verbieden, maar als er geen alternatief is voor plastic wat wel goed recyclebaar is en wel afbreekt in het milieu, dan kan je het ook niet compleet verbieden. Hi, welkom. Dankjewel. Kom binnen. Goed u weer te zien. Ga zitten. Kijk, voor ons is maar dat weet je ook wel, die plastic strategy is niet alleen het opruimen van plastic uit het milieu. Het gaat erom dat eerst dat we zo min mogelijk plastic produceren. Heel graag. Ja. Dus dit is zeg maar het schoonmaakgedeelte. Mm-hmm. Maar voor mij is even belangrijk het niet produceren gedeelte of het recyclen gedeelte. Precies. En het wordt dan ook interessant om te zien wat jullie schoonmaken. Hoeveel ton heb je het dan over eigenlijk, als we op een jaarbasis? Ja, dus voor de Great Pacific Garbage Patch zit ongeveer 100.000 ton in. Dus we verwachten ongeveer 14.000 ton per jaar te kunnen gaan oogsten. Dus dat is vergeleken met de miljoenen tonnen waar je het op land over hebt, is natuurlijk een hele kleine hoevelheid. Maar het is wel... Voor dat ecosysteem is dat wel heel belangrijk. Precies. Dus als er bepaalde landen zijn waar we een introductie zoeken, een ingang, is dat iets waar we voor kunnen gaan? Zeker. De samenleving is er nu klaar voor. Iedereen voelt de urgentie dat we iets aan dat plastic moeten doen. Zonder dat collectieve bewustzijn dat we echt een probleem hebben dat moet worden aangepakt, had ik niet kunnen komen met, had ik ze er niet eens doorgekregen in deze organisatie. Laat staan dat ik ze had kunnen presenteren en dat ze zo positief ontvangen zouden zijn. Dit is echt een van de populairste dingen die wij in de afgelopen jaren hebben gedaan als commissie. Als je kijkt naar hoe het publiek erop reageert. En nogmaals, ik zeg dat in het volle besef. Hadden we dat 5 jaar eerder gedaan, dan hadden ze ons weggelachen met... kom jij eens met je rietjes, heb je niks belangrijkers te doen. En dankzij mensen als Boyan weet nu iedereen... dit is iets dat onze toekomst bedreigt en daar moeten we urgent iets aan doen. Ik wil graag uitnodigen Harmen Spek en Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation. Heren, neem plaats. Eerst eventjes Jeroen op rechts, Harmen op links voor het publiek. Harmen, wat is de Plastic Soup Foundation? Plastic Soup Foundation is een milieuorganisatie specifiek gericht op de plastic lekkage naar het milieu. De plastic lekkage naar het milieu, oké. Exact. Ja, Jeroen, aanvullen wellicht? Ja, het voorkomen van lekkage naar het milieu. Ja. Aanpak bij de bron, dat is eigenlijk ons credo. Ja, want we zitten van de oceaan naar de rivier, zitten we nu dus bij de bronnen, zitten op land. En jullie doen dingen in de sfeer van beleidsbeïnvloeding. Is dat het voornaamste of zijn jullie ook met techniek bezig? Plastic Soup Foundation is eigenlijk een organisatie echt gericht op awareness raising. Dat is eigenlijk onze core business. Zo zijn wij begonnen met Beat the Microbeads, een campagne op het voorkomen eigenlijk van plastics in cosmetica. Mensen hebben gezegd, hey, er zit plastic in je scrub, het zit in je tandpasta. Nou, zo zijn we begonnen 6 jaar geleden. Is dat er nu uit? Uit de scrubs wel. Als je dat nu door een koffiefilter gooit, dan is 97% plasticvrij. Dus dat is een enorm succes. Okay. Maar het zit nog wel in je lipstick, het zit in je zonnebrand. Dus we zijn er nog lang niet. En dan kom je eigenlijk op het punt ook van ja, hoe heg je dat nou eigenlijk af? Hoe bestaat het eigenlijk dat er plastic in je tandpasta zit? Of ja, hoezo mag dat eigenlijk? Mm-hmm. Wettelijk gezien mag dat gewoon. Oké. Harmen, ben je het eens met de analyse van Frans Timmermans... dat het nu ontzettend veel meer urgent lijkt? Dus veel meer bewustzijn dan een paar jaar geleden. En dan was het met, komt hij met zijn rietjes. Hebben jullie dat soort opmerkingen ook gehad? En is het nu heel erg anders? Wij merken het zelfs dat het heel anders is. Toen wij eigenlijk ook in 2012 begonnen zijn met de Plastic Soup Foundation... kwamen we echt met een nogal lastige boodschap van... wij zijn eigenlijk zelf het probleem en het moet echt intrinsiek bij de mens zelf vandaan komen om die plastic lekkage te stoppen. Vonden mensen dat dan gezeur of zo? Of wat? Nou, dat werd wel opgevat van niet erg wenselijk, laat ik het zo maar zeggen. Maar nu zien we toch, ook omdat het veel meer in de media komt, en daar helpt natuurlijk Boyan ook aan mee, mm-hmm. Dat het onderwerp toch wel anders geladen wordt. En dat mensen ook wel beseffen dat het echt bij hen zelf ligt. En dat er meer aan gedaan moet worden op dat vlak. Wat zijn er keerpunten te benoemen in het groeiende bewustzijn? Is op een gegeven moment een moment geweest dat jullie ook merken in reacties van het groeit nu heel erg? Nou, kijk, ik kan me nog herinneren dat ik ging googlen op microplastic. En dan kom je eigenlijk direct op de sites van de industrie waar je het kon kopen om het in je product te stoppen. Ja. Doe dat vandaag de dag. En je ziet dat het totaal veranderd is. En ook echt een belangrijke rol. En dat is ook een partij waar we veel mee samenwerken. En ook die we veel opzoeken. Dat is eigenlijk de wetenschap. Wat is er al bekend? En het werd net ook al genoemd. Kennis is macht. Ja, absoluut. Je wil weten, wat is het? Waar komt het vandaan? Welke route heeft het afgelegd? En waar kun je het stoppen? En ik weet nog dat de onderzoekers gefrustreerd waren eigenlijk. Omdat er geen aandacht was voor microplastic onderzoek. En het kwam niet van de grond. Dat is totaal veranderd. Ja. En eigenlijk hoor je nu eenzelfde discussie, maar dat gaat eigenlijk veel meer over wat doet plastic eigenlijk met onszelf, hè, met de mens, met onze gezondheid. Mm-hmm. En daar is nog heel weinig over bekend. Maar nou ja, daar zijn we nu ook mee aan het starten als samenleving. En met welke kennisinstellingen werken jullie vooral? Zitten jullie op een Nederlandse schaal, Europees? Waar gebeurt het baanbrekende onderzoek? Ja, wereldwijd. Kijk, er is een beetje een wereldje van wetenschappers. Hè, dat zit in eerste instantie vooral op zee. De plastic soep is natuurlijk ontdekt in de oceaan. Er is beleid gekomen op de zeeën. Hè. Daar wordt het aangepakt en als probleem erkend. De rivieren is eigenlijk nog geen probleem, wat heel gek is. Maar dat begint nu te komen. Je ziet ook dat die kennisinstituten, universiteiten... Het is wel een probleem, maar beleidsmatig wordt het over het hoofd gezien. Er is geen beleid op plastic in rivieren. Of... Mijn achtergrond is milieukundige. En ik heb ooit... dan moest ik leren, wanneer is iets een milieuprobleem? En toen was de definitie van wanneer de maatschappij het een probleem vindt. Punt. En ik ben ook een Beataals-achtergrond en ik was het echt totaal daar niet mee eens als student. Ik vond het echt de meest bizarre conclusie. Je wordt wat ouder en op een gegeven moment kom je er nog achter van... de wereld zit anders in elkaar dan hoe je het sommetje uitrekent. Het is 3,8 of... en zo werkt het niet. En dat is wel gigantisch veranderd met dit probleem. Ja, het is echt erkend op het allerhoogste niveau dat plastic een probleem is. En dat we er iets aan moeten gaan doen. Je ziet alleen nog wel dat die focus heel erg op de zee en de oceaan is gericht. En dat trekt nu langzaam die rivier op. Er is zo'n bubble barrier. Dat ze nog moeilijk financiering krijgen. Dat een gemeente twijfelt, moet ik dat nou betalen of niet? Het is geen beleidsopdracht. Ja. Dat gaat gewoon gigantisch veranderen. Tuurlijk moet een gemeente of een waterschap of een Rijkswaterstaat dat gewoon gaan doen. Mm-hmm. Er komen gewoon normen en eisen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen dat kost nog een klein beetje meer tijd. Oké, dus zeg maar bredere bewustwording gaat jullie helpen om dit beleidsmatig aan te pakken. Dat is logisch. En op oceanen is het al redelijk het geval, rivieren nog niet, zeg je? Ja, kijk, en net Frans Timmermans, hè, op een gegeven moment hebben ze gezegd... we hebben de plastic strategy in Europa. We gaan bepaalde producten van plastic, single-use plastics gaan wij verbieden. Hè. Dus met name de rietjes of de wattenstaafjes. Producten waar een alternatief voor is en die veel in het milieu worden gevonden. Maar daar zijn ze nu mee bezig of zijn die al verboden? Dat voorstel ligt er. Ze gaan daar volgende week over stemmen. Ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Maar het interessante is van... Timmermans die presenteerde dat. En toen kreeg hij dus de vraag van een journalist tijdens die persconferentie... van interessant dat u dit voorstelt. Maar een jaartje geleden vond u dit allemaal nog onzin. En toen zei hij letterlijk van de reden dat ik dit nu heel belangrijk vind... is dat het gewoon politiek leeft. De maatschappij wil dit. Ja. Zo werkt een democratie. Dus je moet het met z'n allen doen. En ik ben het, wat Harm ook al zei, eens dat Boyan en het project... heeft een totaal andere doelgroep aangesproken... van mensen die veel meer in techniek zijn geïnteresseerd. Niet zozeer in de natuur... Dat heeft gewoon bijgedragen aan een wereldwijde beweging. Hoe kijken jullie vanuit Plastic Soup naar die vraag die ik net ook stelde? Is het een technisch probleem of een beleidsmatig probleem? Ik denk beide. Ik denk dat Boyan ook gelijk heeft. Want er moet op technisch vlak een hele hoop gebeuren. Wil je het hele systeem kantelen? Want daar gaat het natuurlijk om. Met zulke soort systemen als van de Ocean Cleanup... kan je natuurlijk, en ook als de bubble barrier... kan je plastic af gaan vangen. Maar plastic verdwijnt niet. Je zal er uiteindelijk iets mee moeten. En ik denk dat daar echt het grote probleem is. Er is gewoon veel te veel plastic. Er wordt veel te veel geproduceerd en gebruikt en geconsumeerd. En daar zullen we iets op moeten verzinnen. Daar moet echt beleid op komen. Dan zeg je twee dingen. Daar moeten we iets op verzinnen technologisch. Ik dacht dat je ging zeggen, we moeten naar alternatieven voor plastic. Gewoon wat we kunnen gebruiken, waar we het in stoppen. Maar daarna zei je, we moeten er beleidsmatig iets op verzinnen. Ja. Klopt. Technologisch kan je natuurlijk ook doorontwikkelen. De recyclingmethodes die we tot nu toe hebben zijn er eigenlijk zeer beperkt. Dat heeft ermee te maken dat plastic is een familienaam. Het zijn heel veel verschillende producten. Ik geloof dat er al meer dan 5000 handelsnamen zijn op plastic. Met allemaal verschillende kleine verschilletjes, specifieke verschillen. Waardoor het hele recyclen van het verhaal ongelooflijk complex is. Daar moet heel veel in ontwikkeld worden als we dat willen kunnen recyclen. Dat is een innovatieslag die we kunnen doen. Maar zeker ook op alternatieve materialen. Ik denk dat daar de meeste focus zou moeten liggen. Hoe kunnen we het misschien teruggaan is vaak niet gewenste opmerking. Maar kijken van welke materialen zijn er nu voorhanden. Zoals glas, metaal, papier. Hoe kunnen we dat misschien op een betere manier... gaan gebruiken, toch voor onze verpakking. Zitten er hoopvolle ontwikkelingen wat jou betreft? Zie jij bedrijfjes of start-ups met dingen bezig waarvan je denkt dat gaat de goede kant op? Of is dat nog erg onontgonnen? Het is erg onontgonnen, maar er beginnen wel leuke initiatieven te ontstaan. Ja. Zoals? Nou, ik weet dat er bijvoorbeeld op papiervlak wel echt ontwikkelingen zijn. Het gaat vaak om, zeker als je het over verpakking hebt, over barrières. Dus vochtbarrières. En contaminatie van voedsel met chemicaliën. En ik weet dat er in de papierindustrie inmiddels ook veel meer focus is op dat vlak. Dus dat zou kunnen betekenen dat we op korte termijn toch wel op bepaalde verpakkingstypes vervangingen gaan krijgen, specifiek op papier. Oké, en die kunnen we dan gewoon in de papierbak douwen en er is niks aan de hand. En toch doet het een beetje wat plastic ook doet. Dat exact. Houdt, ja. En papier is als materiaalstroom veel beter te recyclen en het wordt al veel beter gerecycled. Ja, oké. Zijn er al wat vragen wellicht aan Harmen of Jeroen? Ik zie daar twee handen. Reed jij dat, Anna? Ja. In Nederland is iedereen er nu mee bezig, maar hoe is dat in de Verenigde Staten? Nou, ja, of iedereen in Nederland ermee bezig is, weet ik niet. Maar in de Verenigde Staten is er ook zeker aandacht voor. Ook al zit daar nog, ja, de plasticgebruik is daar nog veel hoger dan hier. Kijk, wereldwijd is de aandacht voor het onderwerp enorm gegroeid. En dat is iets super positiefs. Maar tegelijkertijd zie je dat de hoeveelheid plastic die gebruikt wordt ook nog steeds aan het stijgen is. Bekijk maar eens een plasticfabriek, zijn voorspellingen. Nou, iedereen gaat voor minimaal 5-6% groei. Ja, je ziet ook gewoon dat steeds meer producten plastic worden. Papier wordt vervangen door plastic, glas wordt vervangen door plastic. Dat zie je zelfs in Nederland nog steeds gebeuren in de supermarkt. Dus ja, daar ligt gewoon een enorme opgave. Hè? Minder plastic gebruiken en ook eens gaan kijken van op basis van welke criteria beslis je nou eigenlijk hoe je een product op de markt brengt. En vaak wordt gezegd, ja, er is geen markt voor papier of glas. Hè, maar je gaat echt kijken van, hè, je voert een levenscyclusanalyse uit op een product en dan ga je kijken van hoe scoort het eigenlijk op duurzaamheid. En vaak wordt er niet gekeken naar die end-of-life fase en al helemaal niet van wat is het risico eigenlijk dat een product in het milieu terechtkomt. En daar hebben we best wel goed zicht op. We hebben World Cleanup Day uitgevoerd in Nederland, initiatief van Let's Do It World. We hebben een app gebruikt uit Amerika, Literati. Daarmee kun je afval, je ruimt afval op, maar je neemt ook een foto van dat afval. Je kan dat nog een tag geven, het is een flesje, het is van Coca-Cola of van Rivella of wat dan ook. Dan kan meneer achterin naar de juiste bedrijven gaan om ze even aan te kaarten. Ja. Kijk, dat doen we een paar. Maar eventjes, want jij doet blijkbaar niet aan Zwarte Pieten, maar toch eventjes terug naar Amerika. En ik op zich ook niet hoor, maar is er niet in de lobbysfeer gewoon in Europa, staat Europa, lopen wij voorop qua beleid hierop en zijn andere blokken in de wereld op dezelfde manier hiermee bezig? Of wordt er ook heel hard gelobbyd vanuit bepaalde industrieën? Of dit moeten we niet willen, want het schaadt onze plasticindustrie. Nou ja, er wordt sowieso heel hard gelobbyd vanuit de industrie. Toevallig is er vandaag een brief gelekt van, dat de industrie heel erg lobbyt tegen het dopje vastmaken aan de fles, want dat kost geld. Dat wil men al niet. Maar ik denk dat je heel blij moet zijn met wat Europa nu doet. Hè, dat plastic tasjes in de supermarkt niet meer gratis zijn, maar dat je daarvoor moet betalen. Hè, dat komt door Europa. Dat er nu bepaalde items verboden gaan worden, ja, dat zet Europa op elkaar. Dus dat is heel erg goed. En je ziet ook, en dat moet je niet vergeten van wanneer je beleid ziet in landen, wat op dit moment in de United Kingdom gebeurt, dat is ongekend. Dat land was super conservatief. Ik heb bij ongelooflijk veel overleggen gezeten waar ze echt alles blokkeerden. Mm-hmm. Ja, nu lopen ze voorop. Hoe komt dat dan? Publieke opinie. Publieke opinie, that's it. Mensen vinden het mega belangrijk en je komt er niet meer mee. Is gebeurd? Een soort van ja, er is natuurlijk. Blue Planet is uitgekomen. David Attenborough die heeft zich daarover uitgesproken. Nou, je ziet dat Prins Charles zich daarin voor inzet. De Brexit. Sorry, Brexit? De Brexit? Ja, kan er indirect ook mee te maken hebben. Misschien zoeken ze ook wel een heel mooi onderwerp om zich weer wat beter te profileren wereldwijd natuurlijk. Dat zou ook kunnen. Oké. Je hebt nog vragen, Anne, of niet? Ik zag net twee handen, ja. Ik ben Hans de Jonge, ik woon in Amsterdam. Ik ben een paar maanden, 2 maanden geleden ben ik in Eritrea geweest. En daar is het wettelijk verboden om met plastic zakken over straat te lopen. Als je daar met een Albert Heijn tas zou over straat lopen, riskeer je 4 jaar gevangenisstraf. Pittig. Ik moet toch wel meneer achterin denken. U vond, ja, nee. En als, dit moet u aanspreken. Ja. En als je dan bij Massawa naar het strand gaat, is niets, geen enkel plastic te vinden op het strand. En als je gaat zwemmen of gaat snorkelen, is totaal geen plastic daar. Oké. Okay. U zit de weg om te bewandelen. Ja. En ze hebben daar echt een prachtige... zeebodem. Ja, de boodschap is duidelijk. Hoe denken jullie erover? Kaartstraf. Een beetje Singapore, spuug op straat mag niet. En dan hetzelfde met plastic. Ja, kaartstraffen, zeg maar. Ik bedoel, ik denk dat het goed is om een sterke motivatie richting een consument of een burger of een bedrijf te hebben. En zoals ook dat zo'n plastic zak niet meer gratis is. Dat werkt gigantisch. Er zijn met 70% minder zakken verkocht. Je vindt ze ook echt al minder terug in het milieu trouwens. Handhaven, zeker ook op zwerfafval, is best nog lastig. Tenzij je echt inderdaad gigantische straf in gaat voeren. Maar nou, dat zie ik in Nederland dan weer niet gebeuren. En dat lijkt me niet zo op 4 jaar in de bak omdat je een flesje weggooit. Ja. Nou ja, het gaat een beetje ver, denk ik. En het is in principe ook niet nodig. Hè. Er zijn bijvoorbeeld statiegeld, ook zo, dat is positief belonen, op een fles of op een blikje. Nou, we hebben dat in Nederland niet op kleine flesjes, niet op blik. Nou, die liggen echt overal. De grote flessen vind je vrijwel niet. De vraag, we hebben hem gehoord, bedankt. Ja. De vraag uit de zaal is, ik versterk hem eventjes via de microfoon. Ik vind het wel een goede vraag, maar het is wat dat betreft bizar dat het er nog steeds niet is. Hoor. Maar is dat toch om eventjes toch een beetje... Is dat is een politieke keuze, dat is de enige... Ja, daar zit de lobby van de industrie onder, want het kost meer om de statiegeld te organiseren, toch? Ja, dat op zich goed werkt qua glas, althans. Nee, klopt. En er is ook ruim draagvlak voor. Ik geloof dat 80% van de Nederlanders dat wel een goed idee vindt. Dus, sorry. 80% van de Nederlanders vindt statiegeld een goed idee voor glas. Of nee, ook voor fles. Voor gewoon petflesjes, de kleintjes. Oké, maar hier wringt dan een beetje de aanname die we hebben... dat bewustwording en een bepaalde publieke wil tot een bepaalde systeem leidt. Want dat is hier dus niet het geval. Nou ja, dit is een bijzonder gevalletje, denk ik. Hoe komt dat dan? Ja, er zit een stevige lobby in. En dat is nu de regering die we hebben... die hiervoor kiest. That's it. En kijk, er is wel gezegd, over 2 jaar dan voer ik statiegeld in door Stientje van Veldhoven. Wanneer de industrie bepaalde doelen niet haalt. Maar nou ja, goed, moeten we nog zien, eerlijk gezegd. We gaan naar de rol van de consument toe. Dan gaan we even de spiegel in kijken. Want wat kunnen wij zelf doen om dit aan te pakken? Harmen, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is best een lastige. Hoeveel keus heb je als consument om redelijk plasticvrij te leven? Dat is vrij beperkt. We krijgen die vraag wel vaker en ja... Soms mensen die met Tupperware naar de supermarkt gaan, hè? Naar een speciale supermarkt. Ja, er zijn speciale supermarkten waarbij je zeg maar, plasticvrij kan inkopen. Maar ja, ook dat aanbod is zeer beperkt. Daar moet je echt op zoek, dus het is wel een flinke zoektocht. Ik zeg ook wel eens tegen mensen van, ja, misschien moet je gewoon niet naar de supermarkt gaan. En waar dan wel naartoe? Nou ja, als je groente en fruit koopt bij je groenteboer, je lokale groenteboer... dat scheelt vaak echt enorme hoeveelheden plastic. En het heeft alles te maken met de processen, hoe supermarkten ingesteld zijn natuurlijk. Alles moet lang op voorraad blijven, alle schappen moeten gevuld blijven. En daar zijn voornamelijk plastic verpakkingen een integraal onderdeel van. Jeroen, aanvullend? Ja, goed, ik zal geen namen meer noemen. Maar er zijn ook supermarkten met een app en het komt gewoon aan je deur. En het eerste wat je dan doet is eigenlijk al die plastic zooi eraf halen... waar je totaal niks aan hebt. En dat zijn natuurlijk wel nieuwe ontwikkelingen waar gigantische kansen liggen. Van, ik heb dat product al lang gekocht. De hele marketingwaarde van die verpakking is 0. Ik heb het van een plaatje op een website gekocht of een app... kun je dat niet anders aanbieden? En dan heb ik geen Tupperware-bakje meer nodig. Giet het er maar in. Ja. Je komt tot aan mijn voordeur, dus kom maar door. Oké. Zijn er nog vragen of opmerkingen vanuit de zaal wellicht? Anneke, wat mensen... Goed punt van de supermarkten, want de keuze wordt steeds minder. Want je ziet één supermarkt, vooral Albert Heijn... die bepalen opeens komkommerschijn en plastic... en alle andere supermarkten... moeten daarmee, omdat die dan van dezelfde afnemer dat ook afnemen. Als burger, en dat hebben we afgelopen jaar ook een paar keer gedaan, is nu ook de zogenaamde plastic attack. Dus dat we gewoon met z'n allen naar de supermarkt gaan en gewoon ook al het plastic wat gewoon overbodig is, gewoon in de supermarkt gaan achterlaten. Dat heeft u wel eens gedaan? Ja. We hebben dat met Trash Dating. Trash Dating is dat? Ja, ik ben een van de medeoprichters van Trash Dating. Om met elkaar op een leuke manier het afvalprobleem aan te kaarten. Dus ook supermarkten te wijzen op gewoon het plasticprobleem. Dat hebben we bij het Museumplein gedaan. Dat hebben we bij de Albert Heijn op de Dam gedaan. En dan maak je een date met gelijkgestemden. En dan ga je met z'n allen de supermarkt in. En dan trek je al het plastic eraf. Okay. En natuurlijk ook, je kan het natuurlijk altijd doen. Hè? Je kan het ook in je eentje doen, maar dat vinden mensen toch ook eng. Dus met elkaar is dan toch beter. En met elkaar is het leuker. Dan komt de locatiemanager of de storemanager, die wil je dan natuurlijk spreken. Ja, daarom. Komt er dan een goed gesprek? Er komt meestal een goed gesprek. Alleen, ja, hun handen zijn natuurlijk ook beperkt. Ze zeggen marketing, we doen heel veel. Maar toch, ja, ze gaan steeds meer in plastic verpakken. Avocado's nu, mango's nu. Ja, het is zelfs winterpenen. En, maar 31 oktober hebben we met Halloween ook een plastic attack. Bij de Albert Heijn op de Wieboudstraat. Kom allemaal in een gekke outfit. Hartstikke goed. Ja. En, hartstikke mooi. Ik zag hier nog een hand. Ja, hoi. Nou, ik heb het idee dat er wel steeds meer aandacht gaat naar problemen rondom milieu. Dan wel vlees, dan wel ontbossing, et cetera, global warming. En dat daar dan veel bewustwording bij komt kijken binnen de hele maatschappij. Maar mijn vraag daarbij is ook, waait het dan niet op een gegeven moment over? Want op een gegeven moment word je ook toch wel een beetje doodgegooid met dit soort media-onderwerpen. En ja, hoeveel verandert er dan daadwerkelijk? Dus we hebben het steeds over bewustwording, dat is natuurlijk... Daar begint het bij. Maar ja, goed, hoe vertaal je dat dan echt door? Want als consument kan je het dus blijkbaar ook niet echt heel grondig aanpakken. Jeroen, Harmen? Nou ja, dat het overwaait of voorbij gaat, of dat het een trend is. En dat heb ik al heel lang gehoord. Je ziet eigenlijk dat het alleen maar groeit. Dat komt ook omdat er steeds meer bekend wordt... wat zijn nou eigenlijk de effecten van plastic op ons leefmilieu of op de natuur zelf. Dus ik zie het eigenlijk alleen maar groter worden, eerlijk gezegd. En je moet bedenken dat plastic verdwijnt niet. Het wordt alleen maar kleiner. Dus het wordt microplastic. Eigenlijk wordt het uiteindelijk nanoplastic. Dat eindigt makkelijk. Dus je ziet het vooral groeien. Ja, voordat we gaan afronden pakken we nog een paar vragen. En dan is het gedaan. Ja, ik hoorde net al over... spraken we al over Amerika. Maar hoe zit het eigenlijk met de wereldwijde educatie over plastic? Want ik zag net bijvoorbeeld een plaatje over India... Nou, ik denk niet, dat is misschien een aanname, maar dat daar heel veel educatie is over hoe er met plastic omgegaan moet worden. En hoe zit dat eigenlijk? Ja, dankjewel. Nou ja, goed. Ja, kijk, in India, als je daar iets van plastic koopt of hebt en dan wil je vanaf, waar laat je het? Dus er is geen vuilnisman die dat netjes voor je ophaalt. Dus eigenlijk al het plastic wat daar is een probleem. En... dat moet Harmen maar vertellen. Als je naar Nepal gaat, dan koop je producten van gewoon westerse multinationals. Harmen, hoe zit dat in Nepal? Dat is schrijnend. Ik ben geweest in 2015 in Kathmandu. Dat was echt een week gericht op plastic en afval. En kijken hoe de stromen liepen. Ja, dat is verschrikkelijk. Het is niet normaal wat je daar tegenkomt. Maar wat zie je dan? Wat je vooral ziet zijn de problemen rond kleine verpakkingen ook. Gek genoeg zie je bijvoorbeeld de petstromen, de petflesjes worden allemaal wel uit de afvalstromen gehaald. Dat zie je in grote zakken achterop fietsen wel vervoerd worden en er is handel in. Mm-hmm. Maar er zijn bepaalde facetten zoals de kleine mini-verpakkingen, de sachets met hygiënische producten, wasmiddelen of tandpasta en dergelijke... Dat is een project geweest om mensen meer gelegenheid te geven aan hygiënische producten te komen. Een soort sanitatieproject vanuit Unilever, notabene. Met goede wil opgezet. Alleen zie je die verpakkingen dus overal in de straat liggen. Want het idee was, mensen kunnen niet een maand voorraad kopen, hebben daar het geld niet voor. Dus om toch hygiënische producten, kleinere dingen, maar heel veel troep. Kleine verpakkingjes. Ja. En die verpakkingen die zie je overal op straat. Nou, die worden niet ingezameld, want het heeft... nul waarde. Je veegt de bewijzen van met de bezem ook overheen. Het waait alle kanten op. Dus het is een leuk project in eerste instantie bedacht... maar niet goed doordacht, want ze creëren ook gewoon weer een probleem op dit moment. Anne, heb jij een volgende vraagsteller? Pak er nog twee, dan gaan we afronden. Ik heb nog niets over de echte biologisch afbreekbare plastics gehoord. Die zijn er geloof ik ook, dat is melkzuur gebaseerd en dat kun je op de composthoop gooien. In hoeverre kunnen we daar nog wat van verwachten? Dat is een complex dossier. Kort gezegd, het is een hele interessante ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. De bioplastics of biodegradeerbare plastics die er op dit moment zijn, zijn voor de plastic soep eigenlijk geen oplossing. Deze plastics gedragen zich in het milieu eigenlijk hetzelfde als op petroleum gebaseerde plastics. Dus dat is nu geen oplossing, maar het is wel interessant om te blijven volgen. Want er kan mogelijk in de toekomst wel mooie producten. En micro-organismen die dat dan opeten en verwerken, dat heb ik ook eens over gelezen. Ja, gewoon normale plastics die aangetast worden. Ja, dat zijn leuke kleine items, zeg maar op grote schaal zal dat nooit gaan werken. Want de milieuomstandigheden wereldwijd zijn zo divers. En zulke soort bacteriën of schimmels die hebben hele specifieke omgevingsfactoren nodig om te kunnen werken. Dus dat gaat hem ook niet worden, ben ik bang. Oké, nog één vraag. Anne, heb je al iemand kunnen vinden? Hier voorin, ik heb iemand hier. Of heb je al iemand? Ja, oké. Ik ben niet zo goed in de microfoon. Even kijken hoor. Oh ja, betekent de koning, die gaat toch ook over het water? Doet hij er wat voor? Of weet hij er wat van? Of weet hij... Nou, Jeroen. De koning, al gesproken? Recent? Ja, goed, laat ik één ding over de koning. Dat is misschien nog wel grappig. Bij Koningsdag, of Koninginnedag was het toen nog... we laten echt duizenden ballonnen op overal. En dat was echt een trend. Dat deden we met z'n allen. De kroning kwam eraan. En toen zaten we toevallig op een conferentie... met allemaal mensen van overheden uit heel Europa. We gingen ballonnen oplaten. Dat was het plan. En dat is toen afgeblazen, omdat dat dus gewoon een milieu-issue is. Die ballon staat in de top 10 van de meest gevonden afvalitems die aanspoelen op de stranden. Ja. Dat is dus gestopt. En dat zat heel lang in de taboe-hoek van... je gaat toch niet die ballonnen van een kindje afpakken? Ja, precies. Dat is natuurlijk wel een lastige. Ja, maar dat is juist... en dan data is macht. Omdat dat gemonitord is op de stranden. Je ziet dat die ballonnen ook elk jaar toenamen. Ja, dat heeft eigenlijk gewoon partijen overtuigd van... we moeten hier iets aan gaan doen. Het is niet zomaar een lullig dingetje. En waarom doen we het eigenlijk? Oké, dus op basis daarvan denken we dat de koning hier een soort van ontvankelijkheid voor heeft? Ik denk wel dat het heeft meegespeeld. Zeker omdat hij natuurlijk zo'n waterprofiel heeft, absoluut. Oké, en de suggestie uit de zaal is om dat nog verder uit te melken, toch? Of niet? Verder in te zetten. Ja, laten we dat doen. Ja. Oké, goed. Heel veel dank Jeroen Dagevos en Harmen Spek voor jullie komst. En succes met de mooie dingen. We gaan afronden, dames en heren. Veel dank voor jullie komst. Zeg ik aan iedereen hier op het podium. Maar ook zeker aan iedereen die erbij was en inzichten heeft gedeeld en vragen heeft gesteld. Graag tot een volgende keer. We kijken nog eventjes vooruit naar volgende week. Dan hebben we het over de mens in de machine. Over artificial intelligence gaat het. Zondagavond NPO 2 op 21 oktober. En de meetup is op dinsdagavond. Normaal gesproken altijd op de woensdag. Heel af en toe wijken wij uit naar de dinsdag. Dat is deze keer het geval. Dus op 23 oktober hier weer van harte welkom in Pakhuis de Zwijger. We kijken nog heel even naar de promo en dan graag tot een volgende keer. Bedankt. Wat als machines echt kunnen leren? We build a system that's as smart as humans. Very soon thereafter it will be smarter than us. Of course I am alive. If I wasn't alive, I wouldn't be able to talk to you. Dat het aan ons is om te bepalen of... wanneer en op welke manier we deze systemen toepassen in ons leven. That's really the question of how do we get AI to be good for us? Kunnen we kunstmatige intelligentie nog te slim af zijn? Een kijk in de toekomst, zondag in VPRO Tegenlicht.